Dames en heren, van harte welkom vanavond bij deze raadsvergadering. Een bijzondere avond vanavond. We hebben vanavond een oordeelsvormende en een besluitvormende raadsvergadering. En het leuke van vanavond is dat wij vanavond de crew van Omroep Dommeland hier te gast hebben. Die vanavond gaan proberen om de raadsvergadering live te verslaan bij de mensen thuis. En dat is zeker bijzonder om de mensen ook een inkijkje te kunnen geven vanuit de luie stoel, zal ik dan maar even zeggen, in dat wat ons hier bezighoudt en dat wat hun waarschijnlijk ook bezig zal houden, het wel en wee van de gemeente Boxtel. Nou, vanavond gaan we dus ook besluiten nemen en met elkaar discussiëren en het is leuk dat de mensen dat thuis mee mogen maken. Van harte welkom nogmaals. Goed, de raadsvergadering van vanavond. Wil ik beginnen met het vragenhalfuurtje. En het vragenhalfuurtje wil ik graag aftrappen met een vraag van D66. Wie mag ik erover het woord geven? Ja. Het woord is aan de heer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals u weet zijn wij landelijk, maar ook lokaal natuurlijk actief als het gaat om burgerparticipatie. En dat is altijd een van onze kroonjuwelen. Dus ook hier in het Bokselse hebben wij onlangs in het Mooi Bokselkrant een oproep gedaan om in Boksel een G1000 te organiseren. Een dergelijk traject moet niet alleen leiden tot meepraten, maar ook meedoen. De respons was inderdaad helaas op dit moment nog niet voldoende. Wij willen dit dus ook in het presidium inbrengen om daar wat samen een actie in te ondernemen. Wij denken echter dat de respons groter zal zijn, ook als een aantal concrete acties inderdaad ter grondslag aan zullen liggen. En vandaar zijn de volgende vragen. Ik weet niet of het te klein is om te lezen. Ja, wilt u de vragen allemaal stellen? Nee hoor, als ze door de overige mensen te lezen is, dan... Goed, want we hebben 7 minuten voor de beantwoording en vraagstelling. Dan wil ik graag de wethouder naar voren roepen om de vragen te beantwoorden. Het is misschien goed voor de omroep om eventjes het beeld te vestigen op het scherm waar de vragen op vermeld staan. Prima. Wethouder. Meneer Van den Broek, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank je wel. Ik zal kort in de beantwoording een heel klein stukje van de vraagstelling terug laten komen. Met betrekking tot het kleine participatietraject bij de Vijver en de Boomgaard is een vraag gesteld. Bent u bereid een wat bredere opzet voor dit traject te kiezen? Ja, daartoe zijn wij bereid. Het is niet bedoeld als een heel breed inspraaktraject zoals bijvoorbeeld ook bij het centrum gebeurd is. Maar wij zien zeker wel wat in een brede oproep om enkele bewoners te selecteren die worden uitgenodigd in de werkgroep. Daar willen wij bewoners ook graag toe uitnodigen. En daarbij zouden ook eventueel belangengroepen kunnen aanschuiven zoals de Heemkundekring, de Hoogstamfruittelers en het waterschap en dergelijke. Wij denken dat die groepen een goede aanvulling zouden kunnen zijn in de inspraak. Dus ja, wij willen best nadenken over een wat bredere inspraaktraject nog. Bent u bereid de actieve inbreng van inwoners te stimuleren, niet alleen in de fase van ideevorming? Als daar animo over is, staan wij daar zeker positief tegenover, kan ik zeggen. Zoals we dat al op meer gebieden doen. Onder andere op bij de werkgroep Sparrenrijk, het natuurpark Bosheind is zo'n voorbeeld. De generatietuin in Oost. Dus op het moment dat er animo over is, zijn wij daartoe bereid. U heeft ook aangegeven zich te willen inspannen om geld vrij te maken voor het gebied. Daar is een vraag over gesteld. Dit gebied zit nog niet in de financieel, nog niet in de centrumplannen. Er is slechts budget gereserveerd voor de herinrichting van de route Stap en de Markt. Maar wij zijn graag bereid om te kijken of we dit initiatief zouden kunnen verbinden aan deze investeringsbudgetten. Ook gaan we liever eerst eens met elkaar praten, dus in het inspraaktraject aan de slag met verschillende partijen. Dus welke ontwikkelingsrichting gewenst zou zijn. En daarna zijn we bereid om daar eventueel geld bij te gaan zoeken. Dat hebben we zo ook al bevestigd in de vragen die het CDA heeft gesteld per brief. Dus ook al eerder schriftelijk aan de gemeenteraad bevestigd. Overigens denk ik met betrekking tot het gebied Vijver en Boomgaard dat er best een aantal praktische ideeën te bedenken zijn die niet zo heel erg veel geld hoeven te kosten. Maar daar wil ik graag de ideeën van burgers voor terug horen.
En daar zal het gesprek zeker over gaan plaatsvinden. Dus tot zover. Goed, dank u wel, wethouder. Er is nog mogelijkheid om een kleine aanvullende vraag te stellen. Niemand meer? Oké, prima. Dan gaan we verder naar de volgende vraag in het vragenhalf uurtje. En dan komen we aan bij een vraag van het CDA over toekomst muziekonderwijs. Mevrouw Van Assen, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben net als heel veel Bokstelaren genoten van het bevrijdingsconcert van de orkesten en de leerlingenorkesten van de Gildebondsharmonie en de Bokstelse Harmonie. Het is echt een rijkdom dat we dit in Bokstel hebben. Veel leerlingen worden naast de opleiding bij de Harmonie ook opgeleid door het MIK. En de onzekerheid en de onrust van de cursisten van het MIK groeit. Het is nog slechts een paar weken tot de zomervakantie. En kinderen kiezen nu hun clubjes uit voor na de vakantie. Hè. Die gaan nu bekijken van wat gaan we daarna doen. Dus gaan we verder met drummen of gaan we een andere sport of iets kiezen. Voor hen de vraag dus of ze nog muziekonderwijs kunnen volgen na deze vakantie. Het zou zonde zijn als leerlingen stoppen door onzekerheid met hun muziekopleiding. Vandaar ook dat we deze vraag hebben gesteld. Dus eigenlijk willen wij weten of u meer duidelijkheid kunt geven over de toekomst van het muziekonderwijs in Bokstel, wanneer de cursisten en de raad worden geïnformeerd en hoe we worden geïnformeerd met z'n allen. Goed, dank u wel. Dan wil ik vragen aan wethouder Lestrade om daar antwoord op te geven. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat er onrust is. Wacht eventjes. Ik had een paar dingen hier op een rijtje gezet die ik u zo wilde doorgeven. Ik kan me voorstellen dat u het niet alleen over het muziekonderwijs heeft, maar dat u het ook eigenlijk meer over de meerdere disciplines heeft. Dus dans, voorbeeldend enzovoort. En daar is balans de vorige keer ook al mee bezig geweest. Hè? Dus dat speelt bij meer partijen. Ja. Jazeker. Oh ja, nee, maar ik zie u schudden. Het is zo dat wij ervoor opteren om het onderwijs in kunst- en cultuureducatie breder vorm te geven dan tot nu toe het geval is. Tot nu toe is eigenlijk het kunst- en cultuuronderwijs, als het gaat om muziek, dans, beeldend, zodat ouders als ze naar het MIK toe gingen daar apart lessen voor inkochten. Waar wij naartoe willen is een systeem waarbij de kunst- en cultuureducatie breed door het hele basisonderwijs wordt gegeven. Daar zijn we nu al mee bezig in het kader van een programma dat heet Cultuur met Kwaliteit. Dat wordt op 4 basisscholen gegeven, dat heeft 4 volgscholen. Dat systeem dat willen we doorvoeren in het hele basisonderwijs. Dat betekent dat het onderwijs zelf kan kiezen welke vorm van kunst- en cultuureducatie er op die locatie gegeven wordt. De ene school zal meer om cultuurhistorie geven, de andere muziek, dans of een combinatie van disciplines, daar gaan wij niet over. Dat is aan het onderwijs. Daarnaast willen wij in het naschoolse programma een verdieping daarop aanbieden. Die zal dan via de brede scholen worden aangeboden. Dan kunnen de kinderen dus om een verdieping te verkrijgen op het onderwerp waarop ze in de schoolles hebben gekregen, kunnen ze naschools verder gaan. Als het gaat om de specifieke lessen, muziek of dans of beeldend, dat echt alleen maar dat onderwerp gedaan wordt door een enkel kind, dan willen wij, of een cursist moet ik dan eigenlijk zeggen, dan willen we het zo organiseren dat in de vrije ruimtes die wij hebben als gemeente, en daar zijn er een aantal, die ruimtes worden aangeboden aan de docenten die nu van het MIK zijn en eventueel andere ZZP'ers, zodat ze de lesgelden die zij vragen aan de ouders of aan de kinderen, dat die wat lager kunnen zijn, omdat de ruimtes door ons gesubsidieerd worden. Dus dat is wat betreft de particuliere lessen, zou ik bijna willen zeggen. We hebben al gesproken met een afvaardiging van de docenten van het MIK die bij ons zijn gekomen. En u had het ook even over de HAVA, hè, want u begon uw vraag met het concert wat gegeven werd. Het is zo dat de HAVA, of een afvaardiging van de Harmonie en de Fanfares, al voordat de ergste problemen bij het MIK duidelijk werden, bij ons zijn gekomen om te vragen of wij een andere manier van financiering van hun lessen zouden kunnen organiseren. Daar zijn wij toen al mee verder gegaan. Dus de HAVA zal zelf de eigen lessen door ons gesteund natuurlijk organiseren. Dus als het u daarom gaat, dan wordt het op die manier gedaan. En daarnaast willen we, maar dat is wat verder van mijn bed zal ik maar zeggen, dat is nog in een pril stadium, zijn we aan het nadenken over een fonds voor getalenteerde kinderen die ook
de mogelijkheid moeten hebben als de ouders dat niet hebben. Dus dat is de manier waarop wij kunst- en cultuureducatie willen vormgeven in Boksel. En u vroeg ook nog even over wanneer en hoe worden de cursisten en de raad geïnformeerd. De cursisten is niet onze verantwoordelijkheid, dat moet echt MIK zelf doen. En met betrekking tot wanneer de raad wordt geïnformeerd, ik kijk eventjes, want ik heb een overzichtje van de momenten waarop ik u geïnformeerd heb. Dat is 6 november heb ik u telefonisch geïnformeerd naar aanleiding van de problemen die zijn opgetreden. Toen heeft u 10 november een vertrouwelijke raadsinformatiebrief gekregen. 10 februari was er een vertrouwelijke bijeenkomst, voorafgaand aan de raad. 10 maart heeft u een raadsinformatiebrief gekregen over de stand van zaken, MIK. En 1 mei is, ik kan u wel zeggen, met stoom en kokend water de brief met betrekking tot de surseance van betaling weggegaan. Omdat wij die ook tot onze verrassing op het laatste moment op een vrijdag kregen. Tenminste op een moment kregen dat er niemand meer in huis was. En dat wij dus geacht werden u nog te informeren voordat het in de pers kwam. Dus dat is echt met stoom en kokend water uw richting opgegaan. Wij hadden ook verwacht dat dat pas later zou plaatsvinden. Zoals vele ontwikkelingen bij het MIK worden wij iedere keer weer verrast door nieuwe dingen, mag ik wel zeggen. En nu zijn we ook in afwachting van de verdere gang van zaken. En zodra we daar meer over weten, dan informeer ik u weer. Goed, dank u wethouder. Ja, nog een kleine aanvullende vraag. Ja. U zegt de communicatie is niet onze verantwoordelijkheid voor de cursisten, de cursisten. Van MIK. Dat snap ik. Maar het is wel de verantwoordelijkheid, denk ik, hoe de muziekonderwijs nu verder vormgegeven wordt. En al het cultuuronderwijs wordt verder vormgegeven. Sorry. Hoe wordt dat gecommuniceerd? Want dit is nou, voor mij zijn nieuw. Dus, ja, ik gaf u al aan dat wij gesproken hebben met een afvaardiging van de docenten van het MIK. En het is aan hen en aan andere docenten om aan te geven wat ze. Dat, zij komen ook met een plan naar ons toe, dat hebben ze aangegeven. En ik ben in afwachting van hun plannen. Zij weten wat wij hen aanbieden. En zij zijn nu aan het nadenken over hoe ze dat vormgeven. En we hebben danszaalruimte voor hen beschikbaar met een spiegelwand. We hebben geïsoleerde ruimtes voor ze beschikbaar. En daar kunnen ze hun muzieklessen geven. Er zijn mogelijkheden om de andere vormen van lessen te geven. Maar wij wachten wel op plannen van hen. Het is aan hen om het initiatief te nemen. Ja, nog een heel kleintje, want we hebben afgesproken 7 minuten per vraag. In hoeverre zijn die plannen concreet? Kunnen we verwachten dat ze klaar zijn voor na de zomervakantie echt te starten met dit onderwijs? Dat hoop ik wel, ja. Ik ga ervan uit dat dat zo is. Er zijn bovendien, u weet net zo goed als ik, dat er ook heel veel andere mensen zijn die muziek en danslessen geven. Het zijn niet alleen de docenten van MIK die het doen, hè. Het zijn er meer. Ik verwacht dat ze op tijd klaar zijn. Wat ik nog niet heb gemeld is dat de marktplaatscoördinator die er altijd was, hè, die halen wij weer terug naar Boksel. Dat wil zeggen de functie, hè, wie het wordt, daar ga ik niet over. En dat is ook degene die gaat bemiddelen tussen vraag en aanbod. Zoals nu ook het geval is en dan in een iets uitgebreidere vorm. Dus ik hoop dat u daarmee enigszins gerustgesteld bent over en ook u. En overigens ook combinatie, want die had het ook al eerder off the record gevraagd. Overigens, iedereen is daar zeer belangstellend over. Over de toekomst van het kunst- en cultuur-educatieonderwijs in Boksel. Goed, ja. Dank u, wethouder. Goed, dan ga ik verder met de volgende vraag. En die wordt gesteld door Balans en gaat over de snelle invoering van blauw parkeren. Wie mag ik daarover het woord geven? Sorry, ja, ik heb een verkeerde volgorde. Jullie komen dadelijk aan de beurt. Dan moeten we even het beeld wisselen. Ja, het komt er al aan. Sorry. Ja. Komt allemaal goed. Meneer Van der Zand, u kunt Ja, ik ben ervan overtuigd dat het hier komt altijd goed. Dus vanavond ook zeker. Afgelopen week is begonnen met het project STAP. En dat bleek eigenlijk nog een hele klus. Bestrating was eigenlijk nog redelijk goed. Of heel goed, want de wethouder konden de steen niet uitkrijgen. Dus het zat eigenlijk nog zo goed vast dat het eigenlijk iedereen zich afvroeg van, is dat wel nodig? En dan krijg je al vaak de term van geldverspilling 9 ton in zo'n project als de stenen nog zo vastzitten. Maar goed, er gebeurt in ieder geval iets. En dat is al belangrijk. Wij leggen wel als partij de prioriteit meer bij de economie dan bij de cultuur. En we vragen eigenlijk wel of op het minst het tegelijk maken in ieder geval. Wij willen eigenlijk pleiten dan ook om ook tegelijk met nou die investering in stap iets te doen met betrekking tot het invoeren van blauw parkeren. En waarom willen we dat? Dat willen we met name ook omdat we op dit moment te maken hebben met omrijroutes binnen Boksel, waarbij het verkeer via de Dr. van Helverstraat, Rechterstraat, waar heel veel fietsen vanuit het oost komen, naar de markt moeten en weer terug. Dat leidt tot verkeersonveilige situaties.
Dat is gedeeltelijk op te lossen door nu alvast te zorgen dat op de Zwaanse brug blauw parkeer ingevoerd wordt. Daarmee lok je de mensen meer naar die kant toe. Dat verkeer komt dan niet hier in deze smalle straatjes. En zo is het de bevordering van de verkeersveiligheid. Bovendien past dat idee ook in het raadsbesluit bij genomen door de raad. Want de raad heeft gezegd, we gaan zorgen voor 40 extra blauwe parkeerplekken. Bovenop het aantal waar in 2012 al besloten is. Dus past dat er prima in. En om nu te zorgen dat we zowel iets aan de economische as doen, als ook aan de cultuurhistorische as, was ons idee, kunt u niet zo snel mogelijk zorgen dat die parkeermeter op de Zwaanse brug verdwijnt, dat daar een bordje komt staan, dat de blauwe zone ingevoerd wordt, en dat de mensen vanuit daar, die optiek, dan ook daar de voorkeur aan geven en dan niet meer kiezen om hier in het smalle straatje achter het gemeentehuis via de rechtsstraat naar de markt te komen en dan weer terug. Dat was vraag 3 met name. Andere vragen gaan met name over het raadsbesluit van 2012. Er is al een groot gedeelte toen besloten om blauwe zone in te voeren. Wij zijn heel benieuwd hoe ver het daar concreet mee staat. En de andere vraag gaat met name over, we hebben een raadsbesluit van 6 weken geleden, waarin aangegeven is dat er alternatieve parkeerplekken gezocht zou worden en uitgewerkt zouden worden. Nou, wij zijn graag benieuwd, hoe ver staat het met die uitwerking? En dan met name, want daar was het minst concreet, de uitwerking op het binnenterrein. En hoeveel parkeerplekken kunnen daar nu echt in? Want dat was toen de vraag die met name bleef liggen toen in de raadsvergadering. En wij stellen die vragen, zowel voor de verkeersveiligheid, maar ook voor de wens uit de burgerparticipatie die insteken op blauwe zone. En wij vinden ook dat onze centrumondernemers het verdienen dat er nu ook echt iets op straat zichtbaar is, dat we iets aan blauw doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Zanden. Ik wil iedereen wel even waarschuwen voor het feit dat het 7 minuten zijn. Hoe langer de inleiding, hoe korter de wethouder ook uw antwoord kan geven. En ik neem ook aan dat het u ook vooral gaat om de antwoorden die u krijgt. Wethouder, komt u snel naar voren om de antwoorden te geven. Ja, voorzitter, zoals bekend ben ik altijd kort in mijn beantwoording, dus dat zal zeker lukken. Ja, de wethouder sprak over geldverspilling, maar ik ben blij in ieder geval dat hij gezien heeft dat de schop in de grond gaat voor een project waar we al langer op zitten te wachten in Boksel. En wat overigens ook volgens mij besloten is op het moment dat de heer Van der Zanden zelf als wethouder in het college zat. Voorzitter, met betrekking tot de vragen die zijn gesteld, wat is er met betrekking tot de voortgang in de realisatie van de alternatieve parkeerplaatsen te zeggen? Voorzitter, er is een schets gemaakt voor het binnenterrein van het gemeentehuis hierachter om het maximaal aantal parkeerplaatsen in kaart te brengen. Deze schets die is inmiddels gereed. Die wordt binnenkort besproken met het college. Op 18 mei staat daarvoor een afspraak om die ambtelijk te bespreken. Dus wij kunnen redelijk snel de plannen verder uitwerken met betrekking tot de hoeveelheid ouders die op dat parkeerplaats kunnen staan. Overigens hebben we daar natuurlijk ook tijd voor, want de parkeerplaatsen op de markt die zijn nog niet ingeleverd. Dus tot het moment dat andere ontwikkelingen verder getild worden, blijft de huidige situatie altijd in stand. Realisatie is te verwachten eind 2015, begin 2016, na oplevering van STAP. Uiteindelijk is die oplevering of is die realisatie van een aantal factoren afhankelijk. Onder andere nog van het nemen van een aantal verkeersbesluiten wat nog moet gebeuren. Daarbij zal ook inbreng van omwonenden nog aan de orde komen en een inspraaktermijn voor bewoners. En met name voor het zusterpad zal dat nog een belangrijk inspraaktraject worden. Ook al omdat we te maken hebben natuurlijk met de verkeersdruk richting het parkeerterrein wat daar gerealiseerd moet worden en het verkeer wat langs Elisabethdal bijvoorbeeld zal gaan rijden. Wanneer denkt het college het blauwe regime uit het raadsbesluit van 2012 uitgevoerd te hebben? Nou, wat ik al in de beantwoording van vraag 1 zei, invoering van het blauwe zonneparkeren vereist nog het nemen van een aantal verkeersbesluiten. Dat zal waarschijnlijk in het najaar van dit jaar zullen die verkeersbesluiten aan de orde komen. En als dat traject afgerond is, zal realisatie verder ter handen kunnen worden genomen. Bent u bereid om nu reeds direct de parkeermeters te verwijderen bij de Zwaanse brug? Nee, dat zijn wij op dit moment niet. Het college en de gemeenteraad overigens ook
heeft op 31 maart nog geen concrete uitspraak gedaan over de locaties waar die blauwe zones zou moeten komen. Dus ik denk dat dat traject eerst afgewacht moet worden. Ook de Zwaardse brug is daarbij nog af te wegen, dus dat zal in die discussie aan de orde komen. En ook hierbij geldt dat eerst, voordat er een blauwe zone dan kan worden ingevoerd, er een verkeersbesluit genomen zou moeten worden waar ook de inspraak nog, of nog een inspraaktraject overheen zou moeten gaan. Dus we kunnen dat niet zomaar uit de losse pols doen zoals Balans op dit moment vraagt, maar er moeten nog een aantal aanvullende besluiten voor genomen worden. Tot zover. Het blijkt nu dat u dat gewoon heel snel kunt. En, bedankt daarvoor. Goed, dan gaan we verder naar de vraag die ik net overgeslagen heb van de combinatie 95, les best zou ik zeggen. Inschrijfgeld Sint-Jozef, daar gaat de vraag over. En ik zie dat ik de heer De Nijs het woord erover kan geven. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, sinds de bouwvereniging van Bokstel is veranderd in Woonstichting Sint-Jozef, hebben huurders en potentiële huurders eigenlijk geen inspraak meer. Iemand die een sociale huurwoning in het dorp Bokstel wil, ja, die moet gewoon de regels van Sint-Jozef volgen. En een van die regels is dat je ingeschreven moet staan om in aanmerking te komen voor zo'n woning. En het liefst zo lang mogelijk, want dan heb je nog wat meer keus. Nou, daardoor zijn er ook veel ingeschrevenen, 7500. En die hebben allemaal alles eenmalig €25 betaald. En dat is samen €187.000. En onlangs moest iedereen zich opnieuw op een nieuwe site aanmelden, anders zouden de opgebouwde jaren verloren gaan. Ja, en nu moet men ook nog jaarlijks €10 gaan betalen om ingeschreven te blijven. En dat levert dus per jaar €75.000 op, waarvoor Sint-Jozef eigenlijk niets hoeft te doen, behalve een computerbestandje te bewaren. Nou, het is dus niet zo gek dat hier heel veel boze reacties op gekomen zijn. Ook bij combinatie 95 en waarschijnlijk ook bij andere partijen. En vandaar onze volgende twee vragen. Sint-Jozef heeft al ruim €187.000 inschrijfgeld ontvangen en verplicht Boksterburgers nu ook nog per jaar €75.000 te betalen zonder enige echte tegenprestatie. Wat vindt het college hiervan? En de tweede vraag. Het doel van Sint-Jozef is sociale woningbouw. En de bijbehorende doelgroep bestaat nou eenmaal niet uit de rijkste Boksterburgers. En dat maakt deze kostenverhoging toch wel extra schrijnend. Is het college bereid om het gesprek met Sint-Jozef over dit onderwerp aan te gaan, om te proberen deze maatregel terug te laten draaien. Dank u wel. Dank u wel voor uw vraag, meneer De Nijs. Ik wil graag vragen of wethouder Van der Wiel naar voren wil komen om de vraag te beantwoorden. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal de twee vragen samen nemen in de beantwoording. De gemeente Bokstel, het college heeft geen zicht op de bedrijfsvoering van Sint-Jozef. Dus het past ons ook niet om daar op dit moment een oordeel over te hebben. En sowieso is het natuurlijk dat wij geen zeggenschap hebben over die bedrijfsvoering van Sint-Jozef. Dat wil niet zeggen dat wij in het reguliere overleg dat ik heb met de directeur van Sint-Jozef, Rob Dekker, dat ik het onderwerp en de zorg die u uitspreekt, dat ik dat bij het eerstvolgende overleg wel aan de orde wil stellen. Dank u wel, wethouder, voor uw bondige antwoord. Ik kijk nog eventjes of er een aanvullende vraag nog is. Ik zie van niet. Daarmee is dat stuk afgerond. En zijn we aan het einde gekomen van het vragenhalf uurtje. En ook wil ik graag vragen of u wil gestaan om de vergadering te openen. Ik vraag enkele ogenblikken stilte voor gebed of overweging in acht te nemen. Goed, nogmaals allemaal welkom, want nu begint de vergadering eigenlijk formeel. Ik vertelde dat maar eventjes bij voor de mensen thuis. Het vragenhalf uurtje valt buiten de oordeelsvormende en de besluitvormende vergadering. Daarom heb ik de vergadering nu geopend. Meld ik u even dat afwezig zijn de heer Bart Lauwers en Dave van der Ven, Anja van der Einde. Dat heeft allemaal met vakantie te maken. En dan is ook mevrouw Dim van der Vries afwezig, daarvan is helaas haar moeder overleden. En van hieraf wil ik haar heel veel sterkte wensen, omdat ik weet dat ze het
traject met haar moeder in de laatste half jaar, toch behoorlijk zwaar geweest is vraag. Ze heeft mantelzorg gepleegd en zo zeg ik altijd dat heel veel raadsleden hier goede voorbeelden zijn voor dat wat wij in de maatschappij graag zien. Dus zo kunnen we ook DIMF als voorbeeld benoemen. We wensen haar veel sterkte en condoleren haar vanaf hier. Dan wil ik u voor nog iets bijzonders aandacht vragen. En dat is voor een nieuw lid in de Orde van Oranje Nassau. En dat is oud-raadslid Guus Elting. Die nog steeds fractieondersteuner is van de partij Inbox. Die heeft een lintje gekregen vorige week. En daar hebt u niet allemaal bij kunnen zijn. Maar ik vind het wel bijzonder dat iemand van ons, die toch tussen ons gezeten heeft en mede door de raadslid een lidmaatschappelijk lintje gekregen heeft, dat we dat toch even onder de aandacht brengen. Nog iets meer wil ik onder uw aandacht brengen. Hij is ook de dag daarvoor koning bij het Schuttersgilde geworden. Dus wat dat betreft heeft de koning van de koning een lintje gekregen. En daar wil ik een klein applausje voor. Goed, nu is het echt klaar, hè, Guus. Goed, dan gaan we verder naar de vaststellingen van de agenda van de gemeenteraad. Daarbij was eerst sprake van een motie van D66, maar die is verdwenen. Dan heb ik agenda punt 17, wijziging van artikel reïntegratieverordening participatiewet 2015. Is door de agendacommissie in eerste instantie alleen geagendeerd voor besluitvorming. En dat hebben we een beetje bewust gedaan. We zien dat onze agenda steeds vaker vollopen. Je kunt het allemaal bij oordeelsvorming zetten, maar je kunt ook met elkaar kijken of je dat wat sneller met elkaar kunt doorbrengen door dat gelijk op besluitvorming te zetten. Mocht er iemand hier aanwezig zijn die zegt op dit moment ik wil het toch graag bij oordeelsvorming hebben, dan kan dat natuurlijk, dan moet u even uw hand opsteken, want de agendacommissie beslist daar wel over. Maar omdat we dat voor de eerste keren doen, wil ik u toch de ruimte geven om nog een keer te kijken. Dat is niet zo. Daarmee zetten we dat als agenda punt 17 op de besluitvorming. Dan gaan we verder. Naar punt 4, trekking van het stemmingsnummer. En dan zie ik dat nummer 10, en dat is mevrouw Van der Hoven als eerste eventueel aan de beurt zou kunnen zijn. Goed, na trekking van het stemmingsnummer gaan we naar punt 5, vaststellingen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van 14 april 2015. Er zijn een aantal verzoeken bij mij binnengekomen. Dat is een verzoek bij de lijst van ingekomen stukken. En daar vraagt de fractie Inbox om. Heeft verzocht om de agendering van de agenda van brief A3, de motie van de gemeente Boxmeer in zaken de eigen bijdrage jeugdzorg. Dat wilden we op die manier oplossen en neerzetten, als dat voor jullie goed is. Dan punt 2, de bezuiniging subsidies. En verder staat vermeld dat het voorstel unaniem is aangenomen. Het CDA heeft echter tegen dit voorstel gestemd en dat was duidelijk. Dus foutje in de notulen, dat wordt ook aangepast. Dan heeft de fractie Balans een verzoek gedaan om nog wat uitgebreider een stemverklaring op te zetten of neer te schrijven dan dat wij in ons zakelijke bewoording hebben neergezet. Daarvan wil ik adviseren, maar de raad gaat er natuurlijk over om dat niet te doen, omdat we gewoon proberen om die notulen zakelijk en kort te houden. En als we iedere keer het totaal op gaan schrijven of daar de rek in gaan brengen, dan raken we toch een beetje de weg kwijt van hoe we het met elkaar doen. En dan krijgen we iedere keer aanpassingen om letterlijke bewoordingen. En we proberen de kern te raken en dat is wat we hier gedaan hebben. Overigens, als u gaat kijken naar de verordening, dan ziet u dat artikel 24 lid 6 staat dat de besluitenlijst een zakelijke weergave van de stemverklaring moet bevatten. Ik zie dat de heer Van der Zanden er even op wil reageren. Aan u het woord. Ik had er op de mail ook al op gereageerd. Voor de andere raadsleden wil ik even toelichten wat dan onze aanvulling zou zijn. Er staat nu eens in het besluit dat wij instemmen met besluit 1 zijn de uitgangspunten van het subsidiebeleid, maar dus besluit 2 te vaag vinden en te veel op drijfstand gebaseerd worden gevolgen voor subsidiënt en voor de maatschappij te ongewis zijn. Maar in één zin hebben wij ook daarbij aangegeven dat het onderliggende beleid niet aangepast is en dus de kans op willekeur, wat vriendjespolitiek genoemd kan worden, buiten uitwerking te groot is. En dat was voor ons, die drie motieven waren voor ons de reden om wel in te stemmen met 1 en niet met 2. Dus vandaar dat wij verzoeken dat als geheel op te nemen in de besluitlijst. En uiteindelijk gaat het de raad over, heeft de voorzitter aangegeven. Ik hoop dat de
andere fracties ons kunnen steunen in onze gewoon letterlijk uitgesproken stemverklaring. Die wat ons betreft ook zakelijk en precies een weergave is zoals het is. Ik kijk even rond of er nog andere reacties zijn. Mevrouw Van As. Dit was exact voor ons de reden om tegen te stemmen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen. Goed, ik kijk even verder hoe andere raadsleden daarmee om willen gaan. Goed, dan ga ik even toch bij handopsteking vragen wie de zaken aangepast wil hebben. Om te kijken of daar een meerderheid voor is. En dat is niet zo. Dus de tekst... Voorzitter, ik zie toch nog twijfelende handjes omhoog gaan. Ook bij maar dan wil ik ze ook duidelijk zien. Ik wil heel even vragen hoeverre wat de consequenties zijn. Dus dat kunt u beter aangeven. Nee, de consequenties zijn een verduidelijking van dat wat gezegd is. Dus het heeft geen feitelijke consequenties. Maar... Jawel, dus het is meer werk waarschijnlijk. Nee, het is niet meer werk. Dus het kan aangepast worden. Alleen als we iedere keer de feitelijke omstandigheden op moeten nemen, moeten we dat overal gaan doen. Dus al wat gezegd wordt, moet dan helemaal uitgedicht worden. Als er om gevraagd wordt, kan er een uitwerking voor komen. Dat wordt niet gevraagd. Als u er toestemming voor geeft, werken we hem uit en dan zetten we hem neer. En als u zegt van ja, mevrouw Broens. Ik denk dat het uiteindelijk voor de partij wel consequenties heeft. Want op het moment dat je er later op terugkomt, is het wel heel fijn als het helemaal opgenomen is. Dan kan natuurlijk ook weer verwezen worden naar de band, maar dan gaat de partij veel tijd kosten. Ja, maar we hebben opgenomen in ons reglement van orde zelf dat we dat niet doen. Dat we dat zakelijk en kort houden, want anders dan komen er hele betogen die beschreven en gedaan moeten worden. En als we de essentie neerzetten, tenminste daar is voor gekozen door de raad zelf. Hè. Ik heb daar geen stem in, ik heb dat gewoon uit het reglement van orde zo opgepikt. De heer Van der Zanden nog even. Ja, precies de woorden die u zegt. We zetten de essentie erin, daarom hebben wij er ook geen vol of bijzinnen bij gemaakt, maar puur het in één zin verwoord. Destijds tijdens de raad al, want wij weten de gevoeligheid als er andere zaken bij komen. Daarom hebben wij bewust in onze stemverklaring letterlijk ook de tweede passage uitgesproken. Anders hadden we natuurlijk wel een hele epistel kunnen vertellen, maar dat hebben we niet gedaan. Oké, meneer Van der Zanden. Meneer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn idee zou het zijn om hier inderdaad in het presidium eens op elkaar over te hebben. Want als we nu hier besluiten om het wel te doen, dan zou dus elke partij, iedere vergadering, de letterlijke weergave wel of niet moeten kunnen opeisen. Dus naar mijn idee voor nu, ik zou het graag meenemen naar het presidium overleg. Oké, we nemen dan dit geval mee naar het presidium. Het is wel zo, het is altijd bij meerderheid van raad. Hè? Dus het is niet zo dat het altijd gaat gebeuren, het is bij meerderheid van raad of niet. We nemen dit mee naar het presidium en mocht het presidium daar aanleiding toe geven, dan passen we alsnog de notulen van deze raadsvergadering aan. En dan zal ik ze in de daaropvolgende raadsvergadering even inbrengen om vast te laten stellen. Goed, dan zijn we klaar met agendapunt 5 en dan gaan we naar agendapunt 6, de lijst van ingekomen stukken. Wie wil daarover het woord? Mevrouw Giersberger, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag A1 en B1 agenderen. A1 en B1. Dan ga ik verder naar mevrouw Van As. Graag A8 en A10.1. Ik wil alleen weten of dat kan, omdat het onderdeel van de RIP is. Nee, de raadsinformatiebrief hebben met elkaar duidelijk afgesproken dat we dat niet mag ik aangeven agenderen. Waarom? Volgens mij zouden we daar informatie over krijgen, schriftelijk, en die hebben we niet gehad. Dus dat is de reden waarom ik hem nu wil agenderen. Ja, maar dan nog agenderen we hem niet hier. Dan zult u even de vraag via de griffie moeten stellen aan de desbetreffende wethouder waarom u geen antwoord heeft gekregen. Ja? Dus A10.1 komt hiermee te vervallen. De heer Bulter. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag agenderen A1. Dat zal niet verbazen. Dank u wel. Dan meneer Van der Zanden. Dankjewel, voorzitter. Even voor de mensen thuis, die horen natuurlijk allemaal A1, A6, die weten dan niet waar het over gaat. Dus ik zal proberen het iets duidelijker te maken. A8 gaat over onze brief over de kleine aarde, die willen we graag geagendeerd hebben. B2 willen we graag geagendeerd hebben. Dat is de brief van de ouders van de Hoorbedonken, waarin ze beklaagd doen dat dit college de Hoorbedonken bewust links laat liggen. Meneer Van der Zanden, we gaan niet alle brieven toelichten. We hebben hier normaal, ik heb gezegd dat er ingekomen brieven zijn. Die mensen mogen agenderen. We gaan dan die brieven bespreken. Okay. Dus dan kunt u ook de motivatie geven. Als u hier nou
politiek gaat maken om op te lepelen waar die brieven allemaal over gaan. Dat laten we even achterwege. Ik maak er geen politiek van, voorzitter. Ik probeer alleen... Ik zeg u alleen thuis... dat u aan kunt geven welke letters u wilt hebben. Dat is dan B2, dat is die brief van de ouders van de Hoppendonken. En als laatste is het B1. En dat zouden wij graag dan een beeldvorming, een bijeenkomst voor hebben. En dat gaat dan over het toenemen van het aantal mensen met dementie. Hoe we die in Boksel gaan huisvesten. Dank u wel. De heer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. A5, motie gemeente Sluis, CO Sociale Werkvoorziening. Dan kijk ik even naar de griffier of alle brieven die ik agendeerd... Ja, alle brieven kunnen er... Ja, die artikel 37 is twee keer, dus die past. Het is zo dat de raadsinformatiebrieven niet geagendeerd kunnen worden. Artikel 37 brieven met twee partijen wel op de lijst gezet kunnen worden. Dat is dus ook gebeurd. Dus alle brieven die hier vanavond vernoemd zijn om op de lijst te zetten, komen ook in de volgende vergaderingen weer terug. Dank u wel daarvoor. Dan ga ik verder naar de rubriek oordeelsvormend. En dan begin ik bij punt 7, de gelegenheid tot inspreken. Normaal gesproken krijgen mensen, dat zeg ik ook even de mensen thuis, de mogelijkheid om in te spreken op onderwerpen die op de oordeelsvormende vergadering staan. Daar krijgen ze maximaal 5 minuten spreektijd voor. Vanavond zijn de onderwerpen niet dusdanig dat mensen zich daarvoor hebben gemeld. Maar zeker ook u thuis heeft de mogelijkheid om bij bepaalde zaken hier in de raadzaal ook in te spreken. En dat vinden wij niet vervelend, want we hebben graag mensen ook hier bij ons aanwezig om mee te doen aan de democratie zoals wij hem hier in Boksel voeren. Goed, niemand dus voor het inspreken. Dan ga ik verder naar agenda punt 8, door de raad geagendeerde en ingekomen stukken. Geagendeerde en ingekomen stukken die worden behandeld. En er kunnen wat korte vragen over gesteld worden. Dan geeft de desbetreffende portefeuillehouder antwoord. En dan kan er eventueel van andere partijen nog een aanvullende vraag zijn. Maar het is dus een beperkte behandeling van zaken. Goed, dan ga ik eerst het CDA het woord geven over een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de lokale agenda democratie. Aan wie mag ik het woord geven? Aan mevrouw Attelaai. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. In de brief hebben we kunnen lezen dat gemeenten meer ruimte krijgen om beter in te kunnen spelen op lokale behoeften en initiatieven van inwoners. Ook krijgen gemeentes de mogelijkheid om knellende regelgeving aan te passen. En onze fractie heeft een tijdje geleden een initiatief van een betrokken burger ingediend bij het college. En we hebben dit initiatief ook deels terug kunnen lezen in de kadernotitie beheer en onderhoud. Maar democratie is nooit af en ook in Boksel moeten we hier aan blijven werken. Ten behoeve van de lokale democratie kunnen er ideeën en projecten aangemeld worden die vanuit de Rijksoverheid gefinancierd zullen worden. Hierover hebben wij enkele vragen. Bent u bekend met de agenda lokale democratie en de Democratic Challenge? Daarnaast, welke projecten heeft u aangemeld of gaat u aanmelden? En welke plannen heeft u met betrekking tot nieuwe manieren van samenwerken met burgers? Dank u wel, mevrouw Attelaai. Ik ben blij dat ook de Raad zich heel erg inzet voor het burgerinitiatief. Want het is voor de Raad ook een stukje loslaten op het moment dat burgers het initiatief gaan nemen. Ik ben blij dat uw partij een partij is die dat ook inziet en die ruimte ook wil geven aan burgers. Natuurlijk zijn wij bekend met de brief van Binnenlandse Zaken en de mogelijkheden die daartoe lopen. Er is ook een soort spoorboekje bijgevoegd bij de brief waarin staat welke dingen wanneer op zijn plek vallen. Als het gaat over de burgerparticipatie Boksel, dat is misschien belangrijk om eerst te vertellen. Dan zien we dat er ontzettend veel op dit moment al gebeurt. Hè. Dat is een initiatief zoals u zelf bij de, zeg maar bij de Boomgaard en bij de Vijver ontwikkelt. Zo zijn Landschap van Allure mooie zaken die we op dit moment ontwikkelen. Als we kijken naar hoe in het centrum met elkaar gesproken is over nieuwe ontwikkelingen. Dus de ruimte voor burgerinitiatief, ik denk, is meer dan ook in Boksel op dit moment aanwezig. En dat komt ook omdat uw raad zelf ook een kader heeft vastgesteld voor burgerinitiatieven. Daar staan we echt mee aan de voorgrond en daarmee hebben we ook echt regels aangegeven en gaan we mensen ook uitnodigen. Ook de manier van vergaderen zoals we hier doen is een uitnodiging naar mensen. Alleen, ja, we zien de publieke tribune wel steeds voller komen, maar we kunnen die uitnodiging net als vanavond op zo'n moment nog eens een keer extra doen. Daarnaast geeft het Rijk de mogelijkheden tot subsidies en ook nieuwe procesvormen aan. Nou, procesvormen, daar kijk ik eerst eventjes naar. Dan zie je dat de G1000 een object is wat, of een proces is wat aangereikt wordt, wat we natuurlijk gezien hebben in België met de kabinetsvorming daar, om inhoudelijk tot een,
tot een goed afgewogen maatregelenpakket te komen, wat ook veel draagvlak heeft. Dat kan hier ook. Daar hebben we ook wel eens discussie over gehad. Moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Eigenlijk is het mooi om zoiets voorafgaand aan een nieuwe periode te voeren, zodat eventueel na de verkiezingen een nieuw college aan de slag kan met dat wat uit de G1000 opgekomen is. Nou, wat je zou kunnen bedenken met elkaar is dat je dat met elkaar eens gaat bespreken, ook in het presidium, om te kijken of dat iets voor ons is. Want het is natuurlijk wel zo, op het moment dat je zo'n G1000 gaat organiseren, moet je ook de ruimte en de capaciteit hebben om dat goed te begeleiden. Het zou te makkelijk zijn om dat op te starten en vervolgens daar niet goed vervolg aan te kunnen geven. Dus de ambtelijke capaciteit moet daar wel goed voor aan bezig zijn. Dat zijn mogelijkheden die we naar de toekomst toe kunnen passen. Maar vergeet niet, we doen al heel veel. En eigenlijk zijn we nog steeds in staat om ieder initiatief wat er uit de wijk ontstaat, zoals u bij de wijkontwikkelingsplannen ook geld heeft toegezegd, om die goed te omarmen. Dus het is de vraag of het een meerwaarde heeft op dat wat we hebben. Maar we kunnen dat eens bespreken. Welk initiatief hebben wij aangemeld voor die subsidie? Nog geen initiatief. We zijn bezig nu met een aantal initiatieven, daar lopen al subsidielijnen voor. Maar het kan zo zijn dat als burgers zelf met een initiatief komen en zeggen van god joh, wij willen ook graag dat initiatief aanmelden. Want het is toch een pilot, er komt toch een bepaald licht op bij Binnenlandse Zaken. Dan willen we daar zeer graag aan meewerken. Maar het is iets wat je samen doet. Het is niet zo dat de gemeente direct alle initiatieven naar Binnenlandse Zaken brengt. Ik denk dat het een heel goed initiatief moet zijn, waarbij je samen tot de conclusie komt dat het zo goed is dat je het ook voor dit soort pilots in aanmerking zou kunnen komen. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat we op dit moment doen. En daarmee hoop ik uw vraag voldoende beantwoord te hebben. Ik kijk nog even rond of er nog meer vragen zijn op dat gebied. Nee, die zijn er niet. Dan gaan we verder. Even kijken. Ogenblikje. Het is altijd een beetje rommelen met de papieren. Goed, dan komen we bij 8b uit. En dat is de motie van de raad van de gemeente Boksmeer in zaken de eigen bijdrage, jeugdzorg. Daar hebben vier partijen deze brief op de agenda gezet. En ik wil die partijen, D66, SP, CDA... en inbox vragen wie daarop wil reageren of dat u daar allemaal iets over kwijt wil. Ik zie een vinger bij het CDA. Mevrouw Van As, gaat u van start? Dank u wel. We hebben een aantal technische vragen ingediend en die zijn bijna allemaal beantwoord. Die waren duidelijk, maar één ding willen wij graag nog weten en die vraag was niet beantwoord. Wat gebeurt er met de ouderbijdrage van alle jeugd die verblijft op de La Salle? En staat ingeschreven in Bokstel, maar waarvan de ouders dus buiten Bokstel wonen. Wat gebeurt er met die vergoedingen? Komen die in Bokstel terecht? Of in de gemeente waar die ouders en verzorgers wonen? Want dat was een van de dingen, hè, de La Salle, waar we echt rekening mee moesten houden bij dit soort dingen. En ik wilde ook graag weten wat uw mening was over deze motie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van As. De heer Regeman. Als u even allemaal al daar naartoe loopt, als u er iets over wil zeggen, dan... Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, even inderdaad vooropgesteld, D66 is in principe geen tegenstander van een eigen bijdrage. Waar wij met name moeite mee hebben, is dat die bijdrage niet consequent is. Het is namelijk zo dat iedereen die kinderen heeft en thuis heeft, heeft kosten. Dus het is ook niet zo fout op het moment dat je kinderen inderdaad niet thuis zijn, je ook een zekere eigen bijdrage hebt. Maar wat blijkt nu? Dat in feite de eigen bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke zorgvraag. En dat deze eigen bijdrage wel weer gevraagd wordt voor kinderen die toch thuis zijn, maar voor een aantal dagdelen worden opgevangen. Dus naar ons idee is het niet consistent. En daarom zouden we ook willen vragen, en daar zullen we ook een ander samen met de SP inderdaad mogelijk een tekst voor doen, om inderdaad weer gezamenlijk naar Den Haag onze bezwaren kenbaar maken tegen deze huidige manier van stelling. En onze vraag is dan ook inderdaad of het college of de wethouder ons daarin kan ondersteunen. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik aan mevrouw Verkuik het woord. Oké, dank u wel. Als er niet meer gezegd, mevrouw Van Over. Wij hadden die motie van Boksmeer gezien over de eigen bijdrage. En we kunnen ons in zoverre er wel in vinden dat u in de mening over die eigen bijdrage dat die te snel gaat. En dat die door verschillend mee omgegaan wordt. Dus als je in een gemeente woont, moet je er wel betalen, bij een andere niet. En onze zorg is dan ook hoe toegankelijk blijft de jeugdzorg. We hebben van...
voldoende antwoord gekregen op alle vragen die we gesteld hebben. Maar we wilden nog wel even de aandacht op vestigen dat het toch wel belangrijk is dat de zorg op maat geleverd blijft worden. Want het gaat heel vaak om gezinnen waarbij al financiële problemen zijn. En ik begrijp wel uit de antwoorden dat er ook uitzonderingen op gemaakt kunnen worden. Maar ik kwam er ook iets in tegen. De La Salle was vroeger een AWBZ-instelling. En dat was ook voor een klein gedeelte jeugdzorg. AWBZ-kinderen, hoewel die dus niet lichamelijk gehandicapt waren, hoefden geen eigen bijdrage te betalen. Nu gaat het dus voor een gedeelte wel op voor kinderen die wel lichamelijk iets mankeren. En voor jeugdzorg werd er een bijdrage betaald aan het LBIO. En dat was al heel moeilijk om dat uit te leggen, omdat die kinderen allebei op La Salle zaten. En nu heb je dus met gemeentekinderen die uit verschillende gemeentes komen, die zitten in een instelling en de een betaalt wel, de andere niet. Dus dat vinden wij dan eigenlijk wel een heel rare gang van zaken. Dus, maar daar kunnen we weinig over zeggen, want de andere gemeentes hebben zo beslist. En er stond er in de beantwoord ook nog dat er kosten waren die de instelling zou betalen aan ouders. Dat ging over was- en verzorgingskosten. Ik weet van de La Salle dat dat niet zo is, dus ik neem aan dat het ook in andere instellingen niet zo is. Dus voor ouders, maar ook voor iedereen is er gewoon heel erg veel onduidelijk voor wat zijn nou precies kosten die ouders maken. Dus de oproep hier is, worden ouders daarbij geholpen? Krijgen ze hulp bij de financiële regelingen en zaken die er zijn? En ook is voor hun duidelijk of ze een aanmerking komen voor kinderbijslag en zo. Dus is daar hulp bij? Dat is onze vraag. Dank u wel voor uw vragen, mevrouw Van der Hoven. Dan kijk ik even of wethouder Lestrade een antwoord kan formuleren. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Fijn dat zoveel partijen, maar dat weet ik ook wel, dat is in Boksel breed gedragen, de zorg om de jeugd. Dus heel plezierig dat u allemaal zich daar druk over maakt, gegeven ook de technische vragen die u allemaal gesteld heeft. Dat is heel plezierig. Ik hoop dat, met excuses dat het ene antwoord is weggevallen, dat u in ieder geval genoeg had aan de technische antwoorden die wij u gaven. Het antwoord op de ontbrekende antwoord, moet ik eigenlijk zeggen, op uw vraag, is dat het woonbeginsel van de ouders geldt. Dus de ouders betalen aan de eigen gemeente datgene wat ze moeten betalen. Dus niet aan deze gemeente. Dat was de mening over de motie. Het zal u niet verbazen dat wij tegen deze motie zijn, want ik heb u genoeg munitie gegeven om, alhoewel ik moet zeggen, ik ben het eens met de inconsistentie die erin zit en ik snap uw zorgen daarover. Dat begrijp ik heel goed en ik ben ook alleszins bereid om met u richting Den Haag een brief te schrijven. Zei dat ik zou willen wachten, omdat in de zomer staatssecretaris Van Rijn komt met een evaluatie of een hernieuwd onderzoek, zou ik maar zeggen, naar de bijdrage. En aan de hand van wat hij daarmee voor ogen heeft, kunnen we dan wellicht verder gaan daarover. Dus ik wil u vragen of u daar nog even mee wilt wachten. En afhankelijk van wat staatssecretaris Van Rijn aangeeft, kunnen we dan wellicht verder gaan. Het principe nu is inderdaad dat alles, ik wijs, want ik zie dat u wat wil vragen, maar dat moet via de voorzitter. Dus, ja. Het principe nu is dat de ouders altijd een bijdrage leveren voor kosten die ze moeten doen. Dat het niet zo is als een kind opgenomen is ergens, dat ze dan kostenloos zijn verder. Er blijven altijd kosten en die worden nu doorberekend. Dat de inconsistentie erin zit dat geestelijk gezonde kinderen, als ik het zo moet benoemen, dat is een verkeerde term, maar u begrijpt wat ik bedoel, kinderen die onder deze instellingen vallen, wel een eigen bijdrage moeten en de anderen niet. Dat voelt natuurlijk oneerlijk aan. En dat is ook hetgene wat wij hopen dat in juli ongeveer door staatssecretaris Van Rijn wordt verbeterd. Ik ga eventjes kijken. Er wordt verschillend mee omgegaan. Ja, u heeft gelijk, dat is zo. We kunnen er niks aan doen. De ene gemeente reageert er anders op. Wij zijn in Boksel nog steeds, willen wij zorg op maat leveren. U heeft gezien in onze antwoorden dat wij, waar financiële problemen zijn, dat wij daarin willen bijspringen. Dat er ook een aantal redenen zijn waarom die eigen bijdrage financieel wel beter kan uitvallen, omdat je nog voor dubbele kinderbijslag in aanmerking komt. U heeft dat soort berekeningen gezien. Dus het is ook persoonsafhankelijk. Het is niet zo dat alle ouders hier financieel slechter van worden of financieel beter als we het anders zouden doen. En u had een opmerking over La Salle, de bewassing. Ja, die valt gewoon onder de kosten die La Salle moet maken. Dus
In principe is het zo dat de ouders daar inderdaad, dat valt onder de kosten die LaSalle moet maken. Nee, dan zullen wij eens eventjes kijken hoe dat zit. Wie waar met de was naartoe moet. Maar dat is niet iets wat... het is een officiële regeling, zal ik maar zeggen. Zo, we zullen er achteraan gaan, we zullen eens kijken hoe het zit. Mocht het zo zijn dat er geen aanvullende vragen zijn, dan wil ik nu alvast mijn verontschuldiging aanbieden dat ik straks vertrek. Want ik ga morgen op vakantie en ik wou nog wat in de koffer gooien. Dus, maar dan wens ik u alvast een prettige verdere vergadering, mocht ik geen vervolgvragen hebben. Ik kan nog vragen of Omroep Dommeland een licht muziekje op uw aftocht zet. Bedankt in ieder geval en een prettige vakantie. Want, oh, er is nog een aanvullende vraag. Ja, u blijft nog even hier. Sorry, nog één minuut. Sorry. U zegt dat, dat er gelden de ouders volgen, zeg maar. Dus, sorry, ik verstond u niet goed. Ja, u zegt het principe volgt de ouders. Dus de ouders betalen de kosten in de gemeente waar die ouders wonen. Maar de kinderen wonen hier. Wat gebeurt er dan met die financiële stroom? Komt dat geld dan naar Bokstel toe, omdat hier de kosten gemaakt worden? Of hoe zit dat? Wethouder? Daar worden de aanbieders gewoon mee betaald. Want het wordt ingekocht in de gemeente waar de ouders wonen. Dus daar wordt via die bijdrage komt het naar de ouders. Het geheel wordt ingekocht, hè? Ja, maar die kinderen wonen toch hier? Of ja. Begrijp ik dat verkeerd? Nee, de kinderen wonen weliswaar hier bij LaSalle, maar de ouders... En ingeschreven? Ja, de kinderen zijn altijd hier ingeschreven, ja. Maar de ouders betalen de bijdrage in de gemeente waar zij wonen. De gemeente waar de kinderen oorspronkelijk vandaan komen, die bekostigen, die zorgen in eerste instantie voor de plaatsing. Ja? Oké. Oké, dank u wel voor de opheldering. Dan kijk ik nog even rond of er nog een aanvullende vraag van een andere partij is. Dat is niet zo. Dan ga ik verder naar punt 9. De strategische afwegingen verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Kijk even wie er over het woord wil. Goed, dan wil ik de heer Bulter als eerste het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Kort kan ik zijn. We kunnen ons vinden in de kaders en in de ambitie voorstellen. Er worden verschillende beleidsvoorstellen gedaan. Eentje is reactief. Als het enkel reactief is, ja, dat is eigenlijk geen keuze. De andere twee aanpakken, namelijk de planmatige aanpak en het anticiperend... De voorkeur die het BMW heeft uitgesproken om daar te gaan zitten, die kunnen wij van harte onderschrijven. Ik noem maar als voorbeeld, je kunt nu niet afdwingen dat burgers afvloeiend hemelwater zelf gaan verwerken. Dat kun je niet afdwingen, maar we kunnen wel het klimaat scheppen waarin het vanzelfsprekend gaan worden dat we dat gaan doen. En dat noem ik maar als voorbeeld van dat dit een goede beleidsinzet is. Het andere is, een ander voorbeeld, dat wij ook gaan stimuleren, daar is PvdA GroenLinks altijd een groot voorstander van geweest al, groene en waterdaken. Dus het stimuleren daarvan, daar zijn wij een groot voorstander van. En er zijn zelfs steden die daartoe ook verplichtingen opleggen aan burgers. Die stappen zouden we ook kunnen maken, maar dat gaat nu te ver. Dus het is goed om te zeggen, laten wij het klimaat scheppen. Dat we dat soort dingen gaan voorbereiden, dat we daar naartoe kunnen gaan. En het laatste is nog een vraag. Kunnen we toch ook niet anticiperen want als het gaat om de ambitie samenwerken aan een doelmatige waterketen, dan blijft het de ambitie op het niveau van planmatige aanpak. Kan het toch niet iets meer in de richting van wat actiever anticiperen op de toekomst, omdat we immers toewerken naar een regionale samenwerking? Vraagteken. Dank u wel, meneer Bulter. Dan vraag ik de heer De Koning om naar voren te komen. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, nog een paar vragen en opmerkingen ten aanzien van het rioleringsplan. Er wordt gesproken over werk met werk maken. Hier kunnen wij alleen maar mee instemmen. Echter, als we de dagelijkse praktijk bekijken, dan schort het er nog wel eens aan. Waarom kunnen de werkzaamheden niet zo plannen dat als we aan het riool gaan werken, we ook bijvoorbeeld de kabeljongens en de gasboeren vragen, zodat we de straat eigenlijk maar één keer open hoeven te breken en alles in één keer de grond te kunnen doen, zodat de overlast voor de burgers tot een minimum beperkt blijft.
Een vraag hierbij is ook, wie let er op het straatwerk als het weer eens een keer open is en dicht is gegaan? Er wordt ons gevraagd in te stemmen met de voorkeur van het college ten aanzien van de strategie en het ambitieniveau van het verbrede rioleringsbeleid, waarbij het voorkomen van wateroverlast in het algemeen, het duurzaam omgaan met overtollig water en het beschermen van onze leefomgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten een belangrijk onderdeel zijn van dit plan. Onze vraag hierbij, wat noemt u maatschappelijk aanvaardbare kosten? En wanneer gaan we de boel dus laten overstromen wanneer het te duur is? Het scheppen van duidelijkheid in de taken en verantwoordelijkheden van de burger en gemeente ten aanzien van het verwerken van overtollig hemel- en grondwater, afkomstig van particulier terrein. We gaan straks instemmen met de ontzorging van de burger binnen de bebouwde kom ten aanzien van het verwerken van overtollig hemelwater tot een nader te bepalen veiligheidsniveau. Sorry. Voor meer veiligheid dienen de burgers zelf aanvullende maatregelen te treffen op eigen perceel. Dit is blijkbaar allemaal wettelijk en voor een groot deel vastgelegd voor onze burgers. Maar het lijkt ons dat de gemeente en of de waterschappen toch beter voorbereid zijn en meer expertise en mogelijkheden hebben om het verwerken van overtollig hemel- en grondwater op zich te nemen. Ook zou ik zeggen dat die instanties beter kunnen bepalen wat een goed veiligheidsniveau is. Het lijkt ons dat we heel goed duidelijk moeten, dat we dat heel goed duidelijk moeten hebben en de burgers de mogelijkheid zouden moeten kunnen geven om daarop mee te surfen en hiervan gebruik te kunnen maken. Het verbeteren van de communicatie en informatie over watergerelateerde activiteiten en onderwerpen, daar kunnen we alleen maar mee eens zijn. Wees duidelijk naar iedereen. Niet alleen burgers, maar zeker ook de partners die de schop in de diverse gronden gaan zetten. Zoals zo even al gezegd, één keer de straat open in plaats van ieder afzonderlijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Koning. Dan ga ik verder naar de heer Van der Zanden. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst een vraag voor de wethouder. Of hij ons als balans duidelijk kan maken wat concreet het voorstel in besluit 2 behelst. In te stemmen met de ontzorging van de burger binnen de bebouwde kom ten aanzien van het verwerken van overtollig hemelwater tot een nader te bepalen veiligheidsniveau. En dat nader te bepalen veiligheidsniveau, ja, als je er vandaag mee instemt, ja, en je weet helemaal niet welke richting dat erin gaat, is natuurlijk wel heel voorbarig. Dus graag daar een toelichting op van de wethouder, om dat helder te krijgen. U vraagt bij vraag 3 ook, heeft wel aandachtspunten voor het concreet maken van het geheel? Jazeker hebben wij dit. Wordt in ieder geval gesproken in het stuk over tijdelijk centrale wateropvang. Dat zijn natuurlijk extra mogelijkheden. Waarbij wij bij de uitwerking in ieder geval aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen daar rondom. Want het zou o zo zonde zijn als die kopje ondergaan. En de gevolgen voor de volksgezondheid. Ook bij dat water. Dan hebben wij hier een voorstel voor liggen waarbij de financiële impact van de interne rekenrente gigantisch is. Want de rekenrente stellen we jaarlijks vast met de begroting. En we gaan in deze berekening uit dat die wel voor 60 jaar vaststaat, voor 3,5. Stel dat je de komende periode stijgt weer tot 5%, betekent dat ongeveer een rioolrechtstijging van €50. Dat zijn zaken die we niet uit het oog mogen verliezen als wij uiteindelijk in een verdere stap in de uitwerking gaan. En als het gaat over concrete maatregelen die burgers kunnen treffen, wij snappen die wens. Want het kan makkelijk zo zijn dat een investering die wij moeten doen in de openbare ruimte als overheid, dat geld doelmatig besteed kan worden bij burgers thuis. Alleen, niet alle burgers hebben de mogelijkheid waarschijnlijk. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld een grote tuin om het water op te vangen of zodat het naar de hand weer af kan vloeien. Sedum Daken is al ooit eerder hier aan bod geweest. Volgens mij is er ook al een motie over aangenomen bij de begrotingsbehandeling. Dus daar zal waarschijnlijk wel een stimuleringsregeling op korte termijn overkomen, waarbij je dus mensen kunt stimuleren om iets op eigen erf te doen. Als je nu kijkt naar de financieringssystematiek die wij op dit onderwerp hebben, dan denk ik dat het terecht is, en dat blijkt ook uit de grafiek die getoond wordt, dat wij na moeten denken over hoe wij het op termijn gaan financieren. Nu kiezen we nog voor om het activeren van de investering plus de afschrijvingen. En dat betekent dat je op termijn gewoon een gigantische stijging ziet van de rioolheffing. Nou, daar lijkt ons dat je gewoon, gezien waar we nog projecten hebben staan, dat je moet kijken van, kan je eventueel een korte periode afschrijven of alleen maar activeren van de investering die je doet. Dus die uitwerking zien wij graag tegemoet. De instemming wordt vandaag gevraagd voor de uitwerking van de voorstellen van het college.
Nou, als je de voorstellen van het college bekijkt financieel, betekent dat een extra investering van 13,7 miljoen. Bovenop de extra investering die we van 102 miljoen die we al doen. Dat klinkt heel veel. Dat is het eigenlijk natuurlijk als je daar op de keper beschouwt. Alleen als je puur kijkt van wat zijn de wettelijke taken, heb je al te maken met een bedrag van 8,6 miljoen. Dus een 8,6 is niet te ontkomen. 13,7 is dan de plus die erop gezet wordt. Alleen, als je dan weer, en dan kom ik terug op die interne rekenrente, als je die verlaagt naar 3,5, hou je nog geld over. Want die 3,5 betekent eigenlijk ten opzichte van 5, een kleine 30 miljoen bespaard. Dus die uitwerking, zijn we heel benieuwd hoe die dadelijk uiteindelijk resulteert. Want het lijkt er nu op, we gaan extra dingen doen en dat kunnen we door de interne rekenrente te veranderen. Maar als de interne rekenrente dadelijk, als de economie stijgt, ook aantrekt, zitten we waarschijnlijk wel met een risico. Dus daar moeten we sowieso betrekken. Dan een belangrijk onderwerp, waar zeker nog aan bod zal komen in deze raadsvergadering, is de wateroverlast in Oost. Is natuurlijk een onderwerp wat direct te maken heeft met dit onderwerp. Eerste twee fases zijn uitgevoerd. Resultaten van de eerste twee fases zijn bekend. De eerste twee fases hebben in 2014 1 miljoen kuub water afgevoerd uit Oost. 1 miljoen kuub. Dus dat is gigantisch veel. Dus de eerste twee fases, ze hebben boven verwachting resultaat gehad. Want dat zou eigenlijk op termijn pas mogelijk resulteren. Wetende dat de drainage normaal gesproken ook nog beter gaat werken naarmate dat die langer ligt. Ik zie de burgemeester daar knikken, want die kent dat ook vanuit de praktijk waarschijnlijk. Zou dat betekenen dat het waarschijnlijk ook nog op termijn nog meer gaat worden. Neemt niet weg dat er al stappen gezet zijn in Oost. Er zijn waarschijnlijk nog gebiedjes waar we wel aanvullend iets moeten doen. Maar voordat we daar eventueel extra stappen in gaan zetten, zullen we ook moeten de drainage de tijd moeten geven om te laten zien wat die echt gaat doen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik wilde u net vragen of u af wilde gaan ronden, maar u bent precies op tijd. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan hier kort in zijn. Wij kunnen het geheel ondersteunen. Want ik denk dat een van de zinnen die in het rapport stonden, dat het riool ons meer gebracht heeft dan de hele medische wetenschap, aangeeft hoe groot het belang is van een goed, deugdelijk rioolstelsel. Dat mogen denk ik helder zijn. Dus als er daar ook wordt mee begonnen, we willen een duurzaam, schoon en veilig watersysteem in onze leefomgeving, dan kun je daar niet tegen zijn. Alleen de zin waarin dan staat dat wij als eigenaren, perceeleigenaren, aanvullende maatregelen moeten nemen om droge voeten te houden, dan klinkt daar toch wel een zekere dreiging uit, alsof dat niet zal zijn als we dat niet doen. Dat lijkt ook bijna alsof we gaan nadenken over een soort tegelbelasting. Nou, weten we allemaal wel dat onze omgeving ontzettend versteent. En ik zou ook inderdaad het college met name willen oproepen om met ideeën te komen. Want volgens mij is het vaak niet eens onwil. Het is volgens mij ook vaak onwetendheid en dat men vaak niet altijd de relatie legt van zijn stoeptegels met, bij wijze van spreken, de plassen met water in zijn omgeving. Dus ik denk dat daar kunnen we ook actief in zijn met of projectmatig inwijken om mensen te helpen om inderdaad die droge voeten ook als zodanig te houden. Dat zoveel al ook beleving soms wat anders is als realiteit, dat bewijst wel wat meneer Van der Zanden net zei, dat in veel mensen in Oost nog steeds de beleving hebben dat het nat is. Zowel ondanks dat de miljoenen liters inderdaad nu beter worden afgevoerd. Dat heeft dus ook te maken met beleving en ook dat heeft weer te maken met communicatie. Cijfers en feiten moet je denk ik regelmatig aan de mensen laten zien, zodat ze ook daad zien dat de realiteit nog wat soms anders is in die zin dan beleving. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hegeman. Dan ga ik verder naar de heer Van der Veen. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gras is al voor een groot deel van mijn voeten weggemaaid. Ik wil me dan ook even beperken tot een paar opmerkingen. Wij kunnen ons vinden in de schetsen van de kadernota. Het feit dat omslagrente sinds die vaststelling van het VGRP4, wat een woord trouwens, is gedaald, zou een mooie besparing van 500.000 per jaar opleveren. En dat is mooi meegenomen. De risico's die er ook aan vastzitten, die zijn ook al enigszins geschetst door meneer Van der Zanden. Die zouden mogelijk beperkt kunnen worden door een alternatieve financieringsmethode. En we zijn dan ook benieuwd naar een verdere uitwerking ervan. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van der Veen. Dan ga ik verder naar mevrouw Broens. Aan u het woord. Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Het CDA is voor sober, doch doeltreffend. Wij willen dat er verschillen gemaakt worden tussen droge en natte wijken. En dat naast de problemen in Oost er ook uitgewerkte plannen komen voor Kalksheuvel, Kernliemde en Dianabos en omstreken. Die noemt u wel, maar er wordt niet gezegd dat daar al plannen voor zijn. Wij ondersteunen de visie Verwerk werk met werk en vinden de gekozen variant plantmatig anticiperen de meest logische keuze. Ook wij denken dat het kwalitatief en kostentechnisch belangrijk is om eerst te monitoren en dan planmatig op te lossen, rekening houdend met de omgeving. Wij ondersteunen het feit dat u tijdelijk de rioollasten voor de burgers verhoogt om extra aflossingen te kunnen doen op leningen uit het verleden. Hebben we ook niet meer te maken met die rente. Wel hebben we nog enkele vragen en overwegingen. Hoe ver bent u met de plannen voor de andere probleemgebieden? 2. Gaat de overheveling van deskundigheid naar de ODBN voor problemen zorgen? Of kan de nieuwe ambtelijke organisatie dit naar 1-1-2016 zelf opvangen? En de sloten en Liemde en de binnendommeltjes, is dat functioneel of esthetisch? En dan een overweging over regenwater opvangen in eigen tuin. Graag uw reactie. Het voorstel is om bestaand hemelwater afvoeren van daken af te koppelen en het regenwater van de daken op te vangen in de tuinen. In de provincie Noord-Brabant valt op jaarbasis ongeveer 60 centimeter regenwater per vierkante meter. Op enige wijze moet dit worden afgevoerd naar open water, had meneer Pult het al over. Het ecologisch systeem is ook zo. Regenwater wordt afgevoerd via sloten naar rivieren, uiteindelijk naar de zee, waar het verdampt en via hemelwater weer wordt opgevangen. In het bestaande bestemmingsplannen voor de bebouwde kom heeft de gemeente een maximum bebouwingspercentage opgenomen van 50% van het oppervlak. Gesteld dat dit geheel wordt benut en al het regenwater op eigen perceel wordt ontvangen en verwerkt, dan komt dit neer op 180 liter per vierkante meter per jaar. Kan de ondergrond en de grondsoort, overwegend zand, soms wat klei, deze toevoer van water verwerken? Het CDA denkt van niet. Het is ook mogelijk dat bij toepassing van dit nieuwe initiatief de wateroverlast van de buren wordt ontvangen. Water loopt immers naar de lagere percelen. En dit is geen pretje als je tuin regelmatig onder water staat tot toevoeging van anderen, zonder dat daar verweer tegen te voeren is. De benodigde scheidingen op de perceelgrenzen zijn daarvoor niet opgenomen, zover het al mogelijk is, tussen al die huizen slootjes. Ook het wegenstelsel in Boksel is aangesloten op de riolering. Daar zien wij kansen. Een voorstel zou kunnen zijn om alle wegen op afschot aan te leggen naar open water. En op deze wijze zoveel als mogelijk het hemelwater af te voeren. Alle aansluiting op de riolering hierbij te verwijderen. Overigens ook geen eenvoudige zaak. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en dit zou een eerste stap kunnen zijn. We zijn benieuwd naar uw reacties. Dank u wel voor uw vragen. We moeten wel opletten dat we niet weer vervallen in te technische vragen, want die kunnen we aan de voorkant natuurlijk stellen. Want het is natuurlijk moeilijk om direct te anticiperen op grote rekensommen voor de wethouder. Ik acht hem zeer hoog, maar het moet wel doenlijk zijn. Ik ga verder naar de heer De Nijs. Aan u het woord. Ja, dankjewel voorzitter. Nou, het is goed om te lezen dat Boksel ook op het gebied van hemelwater, afvalwater en grondwater meer wil doen dan alleen de wettelijke zorgplicht. Boksel participeert in diverse onderzoeksactiviteiten met betrekking tot alternatieve verwerking van afvalwater en terugwinnen van energie en grondstoffen. In het raadsvoorstel staat kansrijke technologieën worden waar mogelijk toe ingepast. Nou, dat klinkt goed en combinatie 95 zou verwachten dat dit op termijn ook financieel iets gaat opleveren, want energie en grondstoffen worden tenslotte steeds meer waard. Kan de wethouder verklaren waarom we dat helemaal niet terugzien in de financiële plaatjes? Nou, verder lezen we in de kadernotitie dat de grondwaterproblematiek in Boksel-Oost in de afgelopen planperiode voortvarend opgepakt is. Maar ja, op 7 april jongstleden heeft
combinatie 95 nog vragen gesteld over de aanhoudende wateroverlast in Plan Oost, onder andere bij Prinsenland, Oosterhof en de Hobbedonkse Weg. Kan de wethouder zeggen wanneer wij een antwoord op deze vragen kunnen verwachten? Volgens de weerdeskundigen moeten we rekening houden met steeds hevigere regenval, maar aanleggen van steeds grotere rioleringsbuizen, ja, dat is geen oplossing. Tijdelijk bovengronds opvangen in plantsoenen en bermen en dergelijke is wel een goede oplossing. En bovendien is zichtbaar water in de omgeving, dat geeft ook mogelijkheden voor natuurlijk spelen. En is ook een positieve reactie voor recreatie. Nou, dat klinkt goed, maar de gemeente kan het niet alleen. Burgers zullen zelf ook wat moeten doen. Regen kan bijvoorbeeld langer vastgehouden worden met groene daken. En combinatie 95 heeft er vorig jaar al een motie voor ingediend om groene daken te stimuleren. Maar er is nog veel meer mogelijk. Er is ook al meer gezegd, minder versteende tuinen en regenwater laten infiltreren op eigen terrein. Nou, combinatie 95 is geen voorstander van afdwingen, maar wel van belonen. Dus als burgers het regenwater afkoppelen van het riool, dan scheelt dat de gemeente gewoon geld. En daar mag dus best iets tegenover staan. Combinatie 95 wil het college dan ook vragen om op korte termijn een plan op te stellen om mensen te stimuleren hun regenwater af te koppelen en de raad dan ook te informeren over dat plan. Dit is ook al gezegd, riolering kost veel, maar het heeft ons ook veel gebracht op het gebied van volksgezondheid. Maar het is toch de vraag of dit op de lange termijn ook wel houdbaar is, want we gooien vrijwel schoon regenwater achterloos weg en we spoelen onze toiletten door met kostbaar drinkwater. Ja, en ook andere waardevolle grondstoffen en energie gaan down the drain. Nou, gelukkig ondersteunt de gemeente initiatieven om daar iets aan te doen, zoals de Green Tech Campus. En dan wordt afval ineens weer grondstof. En zo hoort het, want alleen dan krijgen we een circulaire economie die ook op langere termijn is vol te houden. Maar ja, ook op kleinere schaal is veel mogelijk. Bijvoorbeeld, we hebben voorbeelden gezien van de box 12 Ambacht met een composttoilet en een waterplantenfilter om het eigen afvalwater te zuiveren. Ja, en dan is een eigen rioolaansluiting eigenlijk niet eens meer nodig. We willen het college dan ook vragen of eventuele particuliere initiatieven op dat gebied ondersteund worden. Nou, blijkbaar is ons riool niet zo'n interessant onderwerp voor burgers, hè, zolang het maar goed werkt. Maar kan de wethouder dan uitleggen waarom we geld gaan investeren in communicatie over het riool, terwijl dat niet voorziet in een behoefte en verder ook niks oplevert? Nou, tenslotte iets over de kosten. De rioolheffing is nu ongeveer 162 euro per jaar en met de hoogste ambitieniveau zou dat over 40 jaar 310 euro zijn. Nou is 40 jaar vooruitkijken eigenlijk ondoenlijk, maar stel dat de berekeningen kloppen, dan is dat ongeveer, ik hoop dat Boksel omhoog. Ja, het gaat over Boksel, dus het is gerechtvaardigd hoor, als er reclame voor Boksel gemaakt wordt. Gaat u verder, meneer de Nijs. Ja, oké. Dat zou dus een stijging van ongeveer 1,5% per jaar betekenen. Ja, en dat is ruim onder de door vele economen gewenste inflatie van 2%. Het is volgens ons geen enkele reden om burgers nu al hogere lasten te geven door te beginnen met een soort spaarsysteem. Dank u wel. Goed, dank u wel. Dan hebben we iedereen gehad en wil ik vragen, kijk ik even naar de wethouder, of hij antwoord wil geven op de vragen. Meneer Van Wanderooy, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen, waarvan ik denk dat er een x-aantal ook nog omgezet zouden kunnen worden naar een op- of een aanmerking conform punt 3 van het voorstel, die we dus mee zouden kunnen nemen in de nadere uitwerking. Ik wil toch eerst beginnen met de vraag aan zich te beantwoorden. Meneer Bulter had eigenlijk geen vraag, maar die sloeg denk ik de spijker wel op zijn kop. Klimaat scheppen om dingen zelf te doen. En ik denk dat hij daarmee heel dicht eigenlijk bij datgene zit waar het heden ten dagen eigenlijk over gaat. Dat je dingen inderdaad zelf ook probeert daadwerkelijk op te lossen. Daar komen we het straks trouwens nog met een volgend raadstel voor. Hij bepleit wel om toch met name in regionaal nog wat actiever te zijn. En ik denk dat dat ook een van de aanbevelingen weer kan zijn conform punt 3. Meneer De Koning die sprak over, het valt hem op blijkbaar dat er af en toe een sleuf wordt gegraven en waar voor de rest niets, geen daadwerkelijke arbeid is. De bedoeling is
De bedoeling is van ons om het werk met werk te combineren. Dus daar waar wij weten, we gaan over een x aantal maanden, over een half jaar, gaan wij de grond in, want dan gaan we iets aan het riool doen. We moeten daar sowieso iets gaan doen. Dan gaan we bij andere partijen informeren of die in die periode misschien ook aan willen haken, CQ ook werkzaamheden gepland hebben, zodat we die tezamen kunnen brengen. Ik denk dat met name de Baan de Vrouwenlaan daar een voorbeeld van was, waarin we dus het riool hebben vervangen. We hebben afgekoppeld, we hebben gescheiden systeem aangebracht. We hebben een 30 kilometer zone ingericht en we hebben de nutsbedrijven ook nog meegenomen om daar hun aanpassingen eigenlijk ook nog te doen. Dus daar hebben we eigenlijk alles heel breed opgepakt. Uw vraag over maatschappelijke aanvaardbare kosten. Wij kunnen natuurlijk nooit garanderen dat er met de te verwachten klimaatsveranderingen geen incidentele overstromingen zullen zijn. Ik zou daar de vraag eigenlijk om willen draaien. Of het maatschappelijk aanvaardbaar is te investeren in grote rioolbuizen die je misschien straks eens in de 5 of de 10 jaar gaat gebruiken. Domweg, we kunnen op dit moment niet vooruitzien hoe het zich gaat ontwikkelen. En maatschappelijke kosten laten zich natuurlijk in concrete euro's eigenlijk heel moeilijk benoemen. Ik vind het meer eigenlijk, het is meer een omschrijving van het probleem. U vraagt ten aanzien van het veiligheidsniveau. Of wij, daar weten wij veel van, of we burgers daar niet mee kunnen nemen. Daar had u eigenlijk een opmerking over. Maar in het vervolg zei u, had u het over het verbeteren van de communicatie aan zich. Ik denk dat wij die dingen die hand in hand kunnen laten gaan. Met andere woorden, wij zorgen dat we bereikbaar zijn, dat onze dienst bereikbaar is. En als mensen vragen hebben en problemen hebben, dat we alles zo hebben ingeregeld. En plan VGP5 voorziet daar ook in. Dat ze makkelijk kunnen aanhaken en de vragen kwijt kunnen. En dat wij doen, samen met hun, voor praktische oplossingen zouden moeten kunnen zorgen. Meneer Van der Zanden, dat ging heel snel, maar dat is ook een vaardigheid van hem, denk ik. Opvang van het water, gezondheid, ja, de opvang van water, of we daarnaar kijken. Ik denk dat dat een punt is wat we ook weer mee kunnen nemen, een aanbeveling is. Er zijn inderdaad alternatieven om voor een tijdelijke wateropvang te zorgen. Je zou misschien zelfs nog iets van in het recreatieve segment iets over kunnen bedenken. Maar dan snap ik de zorg die heeft van, ja, zorg er dan voor als je zoiets overziet of je bent zoiets van plan, dat je in ieder geval een bepaalde mate van veiligheid probeert in te bouwen. Ik denk dat dat de vanzelfsprekendheid is. Ook deze nemen we mee. Ik denk dat het goed is. Uw rekenrente, ja, dat was natuurlijk iets waar ik zelf ook tegenaan op zit te kijken. Overigens, ik geloof niet dat we op de avond van de beeldvorming daar eigenlijk vragen over hebben gehad, maar ik kom ze vandaag dan toch tegen. Ik heb het relaas niet helemaal goed kunnen volgen, maar vanwege het gevaar wat u ziet in die rekenrente, want het is een rekenrente is één, maar de daadwerkelijke rente waar u voor waarschuwt, dat is natuurlijk dat is twee. Daar zit natuurlijk wel een bepaalde dreiging in. En ik weet niet of ik nu ook bij mevrouw Broens meteen aanhaak, dat ik toch een beetje proef dat u zegt van, nou, ik zie liever iets in een spaarvorm waarin we nu gaan investeren voor de toekomst. En als de investering er daadwerkelijk is, dat we hem dan meteen ook in principe, dat we hem aftikken, dat we hem betalen, dat we die afschrijvingen en die rentelasten in principe proberen te ontlopen. Goed, dat kunnen we meenemen in de financiële onderbouwing. Dan heb ik, denk ik, uw vraag van mevrouw Boens meteen ook meegenomen. Wateroverlast Oost, meneer Van der Zanden, u had het over de drainage en over dat er in Oost 1 miljoen kuub was afgevoerd. We praten, als wij over Oost praten over 1 miljoen kuub, dan praten we alleen maar over het grondwater. En dan hebben we dus niet over, misschien andere mensen anders over denken, dan hebben we dus niet over wat we nog aan reststromen van water hebben. Ik snap de zorg overigens van de hele raad over Oost en over de natte voeten waarover regelmatig wordt gesproken. Wij kijken natuurlijk uit naar 2017 en dat is voor sommige mensen die denken, ja, het is vrij lang eigenlijk, want het project is opgeleverd. Waarom moet dat een x tijd duren voordat wij dan tot een bepaalde evaluatie gaan komen? Ik denk dat het juist met dit soort miljoenen vragende projecten
en schommelende weersomstandigheden, veel regen, minder regen, wanneer zitten we op de piek, wanneer zitten we niet op de piek, dat het juist goed is om de tijd te nemen om tot een degelijk en tot een goede evaluatie te komen. Dat haakt in, denk ik, op de vraag van meneer Hegeman ook, of de opmerking daaromtrent, want meneer Hegeman had op zich geen vraag. Mevrouw Boens, over de sloten en de kanaaltjes in Liemde, zijn ze nou mooi of zijn ze nou functioneel? Nou, het is eigenlijk allebei. Het is, wat mij betreft, ik vind het, ze zijn mooi, daar dienen ze ook voor. En daarnaast behoren ze natuurlijk, is het mooi meegenomen, je kunt het woord twee keer gebruiken, als het ook nog een keer functioneel is. Het voorstel van u, het zou mooi zijn, alle rioleringen weg en we gaan via afschot gaan we afwateren. Ja, dat zou natuurlijk een kapitaalsvernietiging van je welste zijn. Ik denk dat we dat zeker niet moeten. Ik denk wel, dan kom ik daar misschien nog even terug bij meneer De Nijs, dat we er wel naar langzamerhand naar gaan kijken wat u aanbrengt nu. Dat we bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld daar toch eens serieus is, naar moeten gaan kijken van, ja, moeten we hier nu weer een stelsel in de grond leggen wat weer 60 jaar meegaat, wat ook weer wordt gefinancierd, betalen we dat in één keer of doen we dat in termijnen? Ik denk dat zijn de ontwikkelingen waar meneer De Nijs eigenlijk al aan refereert. Als het nieuw is, hoeven we niks te vernietigen, we kunnen het laten. En wellicht, ja, over 60 jaar ben ik er eigenlijk van overtuigd dat de wereld er totaal anders uitziet en dat we wellicht nog tot andere maatregelen zijn gekomen. Meneer De Nijs over vragen technologie, participeren. U had er het eigenlijk over waarom dat we bepaalde ontwikkelingen eigenlijk nog niet terugzien in het financiële plaatje. Ja, we participeren op dit moment in diverse onderzoeksactiviteiten. Het zijn kansrijke technologieën. We zien eigenlijk allerlei dingen. U noemde de woorden zelf. En het is natuurlijk moeilijk om nu al te gaan bepalen. Wat is daar nu eigenlijk het pluskostenplaatje van of het minkostenplaatje van? Dus het is eigenlijk vrij moeilijk om daar nu al de financiën onder te gaan hangen. De brief waar u het over had, die hebben we vanmorgen in het collegeoverleg is die geaccordeerd. Vorige week was er geen collegeoverleg, anders had u hem eigenlijk al op de deurmat gehad. Maar we kunnen hem in deze dagen dus verwachten. Groene daken, meneer Bulter heeft het ook al benoemd, is in mijn perceptie al een van de onderdelen van het VGP. Het wordt al eigenlijk onder het hoofdstukje perceeleigenaren, daar wordt het al in benoemd. Sommige mensen hebben geklaagd dat ze niet de kaders allemaal konden zien van het niveau waarop we willen gaan werken. Het is zo, daar wordt in het VGP 5 al in voorzien. Het is alleen nu om te bepalen van nou gaan we daar maximaal op inzetten. Als college zeggen wij dat moeten we meenemen. Wij spreken nog niet over maximale inzet daarover. Maar ja goed, daar kunnen we natuurlijk al nog een keer van over gedachten wisselen, denk ik. Afkoppelen, stimuleren van afkoppelen. Hoe zitten we daar in op dit moment? Wat we hebben lopen als een pilot in Liemde met samenwerking van SPIL, is dat we daar eigenlijk al proberen waar mogelijk tot een bepaalde afkoppeling te komen. We hebben SPIL, hebben we daar voor de bemoeienis en de moeite die ze doen, hebben we een bepaalde vergoeding tegemoet. Zeggen van, nou als u dat lukt, zoveel afkoppelingen, dan gaan we daar dit en dit bedrag aan u uitkeren. En dan kunt u met dat bedrag, kunt u zelf weer verdere activiteiten eigenlijk in Liemde gaan ontplooien. De volgende vraag van u, ik weet niet of we het, heb ik ze nu allemaal? Het ondersteunen van particuliere initiatieven op het gebied van alternatieve riolering eigenlijk zou ik het willen noemen. Ja, het is de vraag of u dat financieel benoemt of dat u het eigenlijk facilitair wilt weten. Als facilitair denk ik dat we zouden kunnen ondersteunen. Maar ik denk dat dit eigenlijk toch iets meer hand in hand gaat met het duurzaamheidsvraagstuk. En ik denk dat het goed is om, wanneer we dit soort initiatieven zouden willen gaan ontwikkelen, dat we het eigenlijk niet moeten doen in bestaande wijken, maar dat we daar eigenlijk meer in nieuwbouwprojecten partners in zouden moeten kunnen gaan zoeken. Maar ik vind op zich, het onderwerp is en blijft natuurlijk wel... Wethouder, zou ik u mogen vragen richting afronding te gaan?
Kan de wethouder uitleggen waarom we eigenlijk geld wel in het riool investeren, maar niet in de communicatie? Want u had het over burgerparticipatie en daarmee denk ik dat u teruggaat op de beeldvormende vergadering met Arcades hier op die avond, waarin eigenlijk ja, de opkomst, wat mij betreft ook, ja, ik ben het met u eens, meneer Denijs, ik vond het eigenlijk wel het was weinig. Gelukkig hadden we eigenlijk over het internet hadden we toch wel meer reactie gehad, ook in de vorm van de enquête die is ingevuld. Dat waren 70 mensen, is nog niet, daar roep je nog geen halleluja, maar het is in ieder geval, er is wel degelijk belangstelling. En ik denk ook wanneer dit langzamerhand gaat leven, dat wij dus middels communicatie via de site van de gemeente, dat we toch wel een bepaald forum of een bepaald platform krijgen wat regelmatig bezocht kan en zal gaan worden. Dank u wel, wethouder, voor uw beantwoording. Kijk nog, ja? Ik had aan het begin van mijn betoog gevraagd dat de wethouder uit kon leggen wat de kreet betekent, een nader te bezien veiligheidsniveau. Want er zit natuurlijk heel veel verschil in, ik kan hem even toelichten, er zit heel veel verschil in of dat je accepteert dat de straat iets langer blank staat, no noos bij, dan dat je accepteert dat het water in je wc en de douche omhoog komt, no noos bij. Dus hoe moet ik dit terminologie, een nader te bezien veiligheidsniveau, misschien is dat wat uitgewerkt wordt in de volgende stap van het rioleringsplan. Want volgens mij staat het zo. Maar wethouder, nu het woord. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Alleen dan stap je nou in blue en in eins. Maar krijgt u dan, voordat u een besluit neemt, altijd duidelijkheid over dat geld? Maar ik geef de wethouder gewoon eventjes het woord. Ik kan het uitleggen. Ik denk dat er inderdaad in het uiteindelijke uit te werken voorstel, dat daar duidelijk in op moet worden genomen wat we daar nu eigenlijk onder verstaan. Dus daar komen we sowieso op terug. Goed, dank u wethouder voor het antwoord. Meneer Denijs, ja? Twee verhelderende vragen stellen. De wethouder zegt alternatieve riolering, dat kan makkelijkst in nieuwbouw. Ja, dat klopt, dat is logisch, maar dat zal het toch het minste zijn. Dus we willen het echt een beetje gewicht in de schaal leggen. En denk dat ook bestaande wijken, dat ook al prettig zou zijn. Is het dan uitgesloten dat er überhaupt aan meegewerkt wordt in bestaande wijken? Een andere vraag is, ja, volgens die kadernotitie levert de communicatie eigenlijk helemaal niks op qua geld. En het kost veel geld. Dus waarom zouden we het doen als er zo weinig belangstelling is? Wethouder. Ik beschouw uw eerste opmerking als een opmerking om mee te nemen. Ik zal hem dan ook meenemen. Ja, ik vind het een prijskaartje benoemen voor communicatie. Ik vind eigenlijk communicatie altijd belangrijk. En ja, wat is het? Communicatie wil zeggen dus dat je via internet een site hebt waarop je je laatste informatie zet. Dus ja, ik ben er niet van overtuigd dat dit een echte, om het in stand te houden, dat het een kostbare operatie is. En ik denk toch dat we ervoor moeten zorgen dat mensen, wanneer de vragen zijn ten aanzien van, nou, ik heb zorgen over de waterstand, ik heb vragen daar en daar over, hoe kan ik dit en dit regelen, dat we daar gewoon een toegankelijke site voor moeten en willen hebben. Goed, duidelijk wethouder. Kijk nog even rond, dan concludeer ik dat we klaar zijn met de eerste termijn. Dan ga ik over naar de tweede termijn. Dit is weliswaar nog een tussenstap in de discussie over het verbreed rioleringsplan. Dus ik weet niet of u de discussie met elkaar aan wilt, maar dat zal ik wel zien als ik vraag aan u om uw vinger op te steken voor eventueel een tweede termijn. Dat doet u niet. Dus dan, meneer Van der Zanden, ja? Loopt u naar het spreekstoel te graag. Ik weet niet of. Kijk, de wethouder heeft een aantal zaken meegenomen van onze aanbeveling, zoals in het voorstel staat, dus die zien we uiteindelijk terug. De precieze uitwerking van een nader niveau, veiligheidsniveau, ja, daar moeten we dan afwachten. Dus feitelijk beslissen we vanavond niet zo heel veel, alleen we zetten een tussenstap. Dus, nou. Eén aanbeveling wil ik dan wel nog meegeven. En dat is met name, kijk, Boksel heeft nog een opdracht in het kader van woningbouw. En ik denk dat bij een integrale gebiedsontwikkeling voor nieuwe woningbouwgebiedjes, dat het zo moet zijn dat het waterhuishouding die er plaatsvindt in dat gebied, ook in het plangebied opgelost wordt. Ik denk dat we daarmee al een belangrijke stap zetten. Dus die toevoeging wil ik de wethouder nog meegeven. En ik ben ook heel blij dat de waarde herkend wordt van de riolering, die er al is, met name omdat er de volksgezondheid ten goede is gekomen. En dat pleit dan ook voor onze visie dat het terugbrengen van binnendommeltjes zeker niet een van de onderdelen moet zijn die dadelijk in de nadere uitwerking tot de orde komt.
Tot zover, voorzitter. Dank u wel voor uw toelichting. Kijk, of er meer mensen zijn, dat is niet zo. Dan ga ik verder naar het volgende punt. Is regionaal risicoprofiel en gemeentelijke kaders veiligheidsregio Brabant-Noord. Daar wil ik eerst even een toelichting over geven, omdat ik u vanmiddag nog eventjes een stuk heb laten toezenden wat nu ook voor u ligt. En dat is een zienswijze die Vught ingebracht heeft op het, of wil inbrengen op het risicoprofiel. En ze hebben gevraagd aan ons om hun te steunen. Voordat ik antwoord ga verder inga op dit, wil ik u vragen, hebt u dit stuk kunnen lezen of wilt u even een korte pauze om dit stuk te lezen? Wilt u even een korte pauze? Ja? Dan las ik een pauze van 5 minuten in om deze stof even goed tot u te nemen. Schors ik de vergadering voor 5 minuten.
Goed, dames en heren, ik zou willen vragen om te gaan zitten. Ook het langste raadslid zou ik willen vragen om plaats te nemen. Goed, dan hoop ik dat u de zienswijze van Vught tot u hebt kunnen nemen. En dan wil ik u nu vragen wie voor de eerste termijn wat wil opmerken. Oh, de heer Van Zuilen wil nog een opmerking plaatsen. Ja, ja, mag ik even iets over vragen? Want dan mag over, u daar ook in de eerste brief, termijn over meenemen. Die brief van Vught. Dan mag u in de eerste termijn meenemen. Ja, dankjewel. Ja? Ja. Wie wil er voor de eerste termijn het woord? De heer Van Zuilen. Goed, dan wil ik beginnen met de heer Van Zuilen. Aan u het woord. Ja, dankjewel, voorzitter. Een samenwerkingsverband, globaal gezegd van ruim 20 gemeenten, 2 waterschappen, politie, brandweer en regionaal militair commandocentrum. En daar moeten wij als gemeente Boksel, dat is dan een van onze partners in het kader van verlengd lokaal bestuur. Beoogd wordt met dit voorstel om gemeenten meer te betrekken bij de veiligheidsregio en daarnaast hun sturende taak te versterken. Een loffelijk streven, maar balans vraagt zich hierbij af hoe je die kolos op een andere koers krijgt. De bedoeling ligt voor dat de invloed van de Bokselse Raad in relatie tot het gemeentelijk risicoprofiel in een eigenstandig document om de 4 jaar wordt vastgelegd. Met daarbij de gelegenheid om hun eigen wensen kenbaar te maken. Het voorliggende ontwerp risicoprofiel 2015 is een actuele versie van 2011 en beslaat ruim 200 bladzijden. En ik kan u verzekeren dat het niet leest als een roman. Naast de regionale risico's en prioriteiten wordt ook aandacht geschonken aan lokale risico's, zoals verpleeghuizen en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg en het spoor. En dan kom ik op de mede, betrek ik nu de brief van de Vught erbij, waar aan het begin van mijn, toen ik het woord aan u zojuist vroeg, toen was mijn vraag: heeft de gemeente Vught al een reactie gegeven? Of is dit een conceptbrief van het college aan de gemeenteraad? Want de brief is volgens mij in concept gedateerd op 15 juni. En waarom nu die ontzettende haast? 4:15 wordt die toegestuurd en vanmorgen is die in het college behandeld. En ja, wanneer dat er op grote spoed wordt aangedrongen en een leespauze aan ingelast, dan moet je altijd extra alert zijn. Het aanstaande PAS-project dient hierbij natuurlijk aandacht te krijgen. Daar zijn wij van overtuigd. Belangrijk met al hetgeen wat er over het spoor en over de weg komt. Maar wij vinden ook, en dat vinden wij in de brief van Vught niet terug, maar misschien heb ik er langs gelezen, dat er ook dient te gebeuren tijdens de ombouwfase. Want die mis ik in die brief. De veiligheidsregio zegt te zorgen voor goed opgeleide hulpverleners bij rampen en crisis. En dit staat volgens ons op gespannen voet met de waarneembare landelijke trend van de terugloop van het aantal vrijwilligers. Daar heb ik een vraag over. Is dat ook de trend voor wat betreft de brandweerposten in Boksel en Liemde? En zo ja, zijn of worden hier al maatregelen voor getroffen? Dan was in de begeleidende brief van de veiligheidsregio wordt een accolade gemaakt, wensenlijstje, couleur locale. Gemeente Boksel, we willen jullie inbrengen, dan kunnen wij daar bij de vaststelling van onze plannen rekening mee houden. Eerder heeft Balans ook al aandacht gevraagd voor de aanrijtijden. Er sijpelen geluiden door dat deze uit financiële overwegingen worden opgerekt.
Datzelfde geldt ook voor handhaving van de brandweerposten in Boksel en Liemde. Eerder heeft de voorzitter zich desgevraagd bereid verklaard om zich hiervoor maximaal in te spannen. Balans wil nu verder gaan, want nu krijgen we de mogelijkheid. Vraag: bent u bereid om de Raad van Boksel tijdig proactief te betrekken bij mogelijke voorstellen hiertoe? Voordat de betreffende besluiten hiervoor door het dagelijks dan wel algemeen bestuur van de veiligheidsregio worden genomen. Zoals bekend is veiligheid een speerpunt van Balans. Onze inwoners die mogen hiervan niet de dupe worden. Wij zijn voor het openhouden van beide kazernes om maximale veiligheid voor onze burgers te garanderen. Een eventuele sluiting van de kazerne in Liemde zal niet op onze instemming kunnen rekenen. Afhankelijk van uw reactie zullen wij ons definitief standpunt bepalen. Tot zover. Dank u wel, meneer Van Zuylen. Dan is nu het woord aan, even kijken, de heer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een bijzondere avond. Hadden we net nog over overstromingen en je voeten droog houden. Nu hebben we het over bosbranden. Hoe gevaarlijk is Boksel? Ik denk iedereen wil veilig wonen, werken en recreëren hier in het Bokselse. Het is denk ik ook niet zozeer de vraag hoe gevaarlijk is Boksel, maar welke risico's kun je al inschatten zodat je preventief maatregelen kunt nemen. En de regering is vooruitzien. Wij ondersteunen dan ook en ook zien ook wel inderdaad dat vaak wat mooi is, dat wat je zegen is, ook vaak je risico. En dat geldt inderdaad natuurlijk voor de A2 en het spoor. Wij ondersteunen dan ook absoluut de zienswijze van Vught. Om denk ik daar nogmaals, het heeft ontzettend veel zegeningen Boksel gebracht en zal blijven brengen. Maar daar zit natuurlijk ook wel potentieel gevaar. Kortom, naar ons idee inderdaad, het leest het niet als een roman, maar het is ook gelukkig geen thriller. Dank u wel. Dank. Hegeman, dan wil ik mevrouw Van der Hoven vragen om het woord te voeren. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dit keer wil ik beginnen met een compliment. De manier waarop het onderwerp behandeld is prima. Duidelijke en een concrete uitleg bij de beeldvormende bijeenkomst. Uitgebreide toelichting op het voorstel. En fijn dat er een samenvatting was bij het risicoprofiel. Dus als u de compliment over wilt brengen. Er wordt aangegeven dat er in onze regio niks veranderd hoeft te worden aan het en dat scenario's niet aangepast hoeven te worden. Wij kunnen het daar wel mee eens zijn. Met dit profiel en ook met de risico's die extra aandacht vragen wat ons betreft akkoord. We hebben wel twee opmerkingen. De ene gaat over de toename van het mogelijk in de toekomst van het vliegverkeer van en naar Eindhoven. Meer verkeer, meer risico, denken we dan. En dat geldt ook voor het toenemend treinverkeer van Boksel. We lezen dan in het stuk risiconormen traject Breda-Tilburg, die moeten verminderd worden en daarom gaat er meer gevaarlijke stoffen rijden over traject Meteren-Boksel. Dus wij willen daar dus extra aandacht voor, want zo goed als Vught het voortzet, dat kan ik niet. Dus daar kunnen we wel hun zienswijze wel onderschrijven. Alles wat daarin staat, denk ik, dat klopt gewoon. En bij de kaders willen we bij kader 2 brandveilig leven aandacht vragen voor de toenemende groep zorgbehoevende mensen die thuis wonen. Er wordt aangegeven dat de rol van mantelzorgers, vrijwilligers en thuiszorg en zo groter wordt. En we willen vooral aandacht vragen voor de dementerende mensen en mensen met psychische problemen die zelfstandig worden. En eigenlijk is de vraag, kan daar meegenomen worden in het voorlichtingsproject? Want we krijgen berichten over gevaarlijke toestanden met gas en elektriciteit. Spannende verhalen over het gas laten branden en of het gas aangezet zonder dat er vuur bij is. Dus we denken dat is gewoon een groep die risico's gaat veroorzaken. En verder heb ik geen opmerkingen bij de kaders. En we kunnen ermee instemmen dat dit beleidsplan verder wordt uitgewerkt. Dank u wel voor uw toelichting, mevrouw Van der Hoven. Dan ga ik verder naar de heer Bulter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de overheid, dat zijn wij allen samen. De veiligheidsregio, dat is onze regio van 19 gemeenten en nog wat instanties, die is van ons samen.
Wij zijn eigenaar en opdrachtgever tegelijk. En dan doet het heel erg deugd dat we zien dat de inspanning wordt verricht om de raad uitdrukkelijk te betrekken bij het thema veiligheid. Dat is ook uit het oogpunt van het thema veiligheid zelf. Ik bedoel, als we hebben het niet alleen maar over uitrustingen en professionals. We hebben het over veiligheid als thema wat alleen maar tot zijn recht komt en alleen maar, goed wordt uitgevoerd als dat daadwerkelijk ook in samenwerking met de burgers tot stand komt. En dan is het dus ook heerlijk om te merken dat we even de discussie zijn aangevlogen vanuit de inhoud. We hebben het eerst over de inhoud, hè, heerlijk, en dan pas over de financiën. Eerst over de kaders, dan pas over de begroting. En dat is wat we nu doen. Dus ik voel me er heel gelukkig bij. De PvdA GroenLinks voelt zich daar heel gelukkig mee. En wij kunnen ons dan ook uitspreken en we wensen met betrekking tot dit risicoprofiel, dat kunnen we kenbaar maken. En dat betekent ook dat wij ons natuurlijk kunnen vinden in de afzonderlijke pagina die voor Bokstel ook is gemaakt. Er is een regionaal verhaal, maar er is ook een verhaal voor ons. En dat betekent dat de veiligheidsregio dus werk levert op maat voor ons op basis van die pagina. Er zijn 11 kaderuitspraken, ook daar kunnen we ons zeer goed bij voelen. Interessant en spannend is wel dat dat beleid alleen in relatie met de burgers kan. En dat is verwoord in 2, in 4, in 7 en in 8. Dat zijn er sowieso al 4 van de 11. En ik moet zeggen, ik vind dat een spannend en dynamisch verhaal. Bewustwording, vergroting van zelfredzaamheid, zorgprofessionals, mensen in huizen die zelf zorg nemen en dingen in de gaten houden. Dus heel goed. Nog even een opmerking. PvdA GroenLinks wil dus heel graag, wat ons betreft, als het gaat om de gemeenschappelijke regelingen, dat dit een voorbeeldwerking gaat krijgen wat betreft de werkwijze hoe we dit gaan behandelen. Dit is nou een model waarop het, wat mij betreft, echt kan en moet. Tot slot een klein puntje. Dat zal zeker niet bij de hoogste risico's komen, maar het valt wel op de laatste tijd. Het lage vliegverkeer boven Oost. En dat is af en toe zeer irritant. En wat mij betreft kunnen wij de zienswijze die Oost of die Vught heeft aangeleverd, kunnen wij onderschrijven. Alleen wat betekent dat? Betekent dat 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 terechtkomt bij de 4 of 5 prioritaire regio's, risico's op regionaal niveau? Dat gaat het dan betekenen. Als we dit zouden moeten onderschrijven. Maar goed, we wachten het professionele oordeel vervolgens af van de veiligheidsregio. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bulten, voor uw vragen. Dan ga ik verder naar de heer Van der Veen. Dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft het risicoprofiel enzovoorts. Het model is goed, zoals al is aangegeven. Waar we wel wat aandacht voor willen vragen is het volgende. Bokstel ligt aan een aantal voor ons land belangrijke en drukke verkeersaders. Dan hebben we het over de A2 en de door Bokstel lopende spoorlijnen. In verband daarmee willen we toch nog even de aandacht vragen voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Er is sprake van een toenemende hoeveelheid bewegingen in verband daarmee. Dat heeft onder andere te maken met de aansluiting van het vrachtvervoer over de Betuwe-lijn richting Duitsland. Dat zal betekenen dat er de komende jaren, en dan spreken we over tot 2022 in ieder geval, meer gevaarlijke stoffen over het spoor door Bokstel gaan komen. Daar maken wij ons dan ook zorgen over. Balans gaf aan van, joh, hoe krijgen we nou die kolos om? Wij denken dat dat met een gezamenlijke actie moet kunnen. En in dat kader kunnen we ons dan ook zeker vinden in uw voorstel om de zienswijze van de gemeente Vught over te nemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Veen. Mevrouw Van As. Dank u wel. De beeldvormende avond was helder. We hebben goede informatie gehad en we mogen onze wensen kenbaar maken. Dat doen wij dan ook graag. Het CDA maakt zich dus het meeste zorgen over het spoor. Een ongeluk blijft zeer onwaarschijnlijk, stelt men in dit rapport. Maar er is wel sprake van een enorme intensivering van het aantal treinen. We zitten op een kruispunt en een menselijke fout is zo gemaakt.
En juist door de komende werkzaamheden in het kader van PAS, werk aan tunnel en wegen, zullen delen van Bokstel en zeker ook het industrieterrein moeilijker bereikbaar zijn. Problemen met bereikbaarheid en van hulpdiensten zal zich tegelijkertijd ook in de omliggende gemeenten voordoen. Hoe kan er dan gegarandeerd worden dat die hulpdiensten binnen de gestelde tijd aankomen? Liggen er dan aangepaste draaiboeken klaar? Ik bedoel, als alles opgebroken is, wordt dat hartstikke lastig. Nu is Lennisheuvel al opgebroken. Het is al een ramp om dat te bereiken. Hoe ga je dat dan doen met al die andere wegen? Wij kunnen ons dus aansluiten bij de zienswijze van Vught, maar we wel willen we aantrekken, hij is misschien wel een beetje te. En daarom zijn wij dus ook benieuwd naar wat de portefeuillehouder strategisch slim vindt. Is het strategisch slim om deze zienswijze te ondertekenen of niet? Voor ons is dus het belangrijkste dat die veiligheid gegarandeerd wordt voor, tijdens en na de ombouwfase. Als tweede willen wij pleiten voor een snellere, openere en betere communicatie en voorlichting voor de op mens overdraagbare dierziekte. Zodra een geval bekend is, gelijk burgers informeren. Bij Q-koorts was dat toen heel veel onrust. Misschien ook wel onnodige onrust, of eigenlijk zeker wel ook onnodige onrust onder de bevolking. Met een betere communicatie kun je veel onrust voorkomen. En tot slot, als laatste wens, gebouwen met verminderd zelfredzame personen blijft een probleem. Dat staat er ook genoemd. Maar net zoals Inbox en mevrouw Van Hoven stelt, mensen blijven langer thuis wonen. Dit brengt risico's met zich mee. Dit is veel meer verspreid en dus eigenlijk ook gevaarlijker. Iedereen kent wel die verhalen van dementerende mensen die hun gas hebben aan laten staan, met alle gevolgen voor hun huizenblok of flat waarin ze wonen. Wij pleiten dus voor een uitgebreidere preventie, een goede voorlichting voor ouderen en mantelzorgers. Wordt dit al opgepakt? En hoe wordt dit opgepakt? Dat waren onze vragen. Dank u wel. Dank u wel voor uw vragen. Dan ga ik verder naar mevrouw Van Tiel. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Even bovenaan beginnen is dat het handigste. Ook wij, Combinatie 95, wil de complimenten geven voor het stuk. En ook een duidelijke beeldvormende vergadering, waar al deels wat we nu hebben gekregen daar ook al besproken was. En een gemeenschappelijke regeling die de sentimenten van de Raad over die regeling zelf al kan benoemen. Daar werd ik wel vrolijk van in ieder geval, want het geeft in ieder geval aan dat ze er rekening mee kunnen houden. Zoals de heer Heegman net ook al deels zei, veiligheid is ook een perceptie. Je moet de burgers een reëel beeld geven van veiligheid en je moet ze niet onnodig bang maken. Maar als je het over veiligheid hebt, moet je ook wel denken in rampen. Want je moet het ergste scenario uiteindelijk in beeld brengen. En dat is waar we het hier over hebben volgens mij. Als je kijkt naar de risicoprofielen voor de gemeente Bokstel, dan staan daar onder andere natuurbranden, ongevalgevaarlijke stoffen, ongevalspoorvervoer. En wat combinatie 95 vooral zorgen baart, en wij zijn niet de enige in dit rijtje, is het ongeval gevaarlijke stoffen. De PAS gaat zorgen voor extra druk op het spoor, waardoor de kans dat er een ongeluk ontstaat wezenlijk groter wordt. En dit wordt dan, zien wij dit vooral niet zozeer in personenvervoer, maar natuurlijk in het goederenvervoer van onder andere gevaarlijke stoffen. Combinatie 95 ondersteunt ook de zienswijze zoals deze is ingediend door de gemeente Vught. En ook wij snappen dat zij het risicoprofiel verhoogd willen zien. En wij vragen dan ook of de portefeuillehouder deze zienswijze ook ondersteunt. Combinatie 95 vindt hierop aansluitend vreemd dat er in Bokstel de brandweer, dat daar een wagen gaat vertrekken naar Sint-Oederode. Gezien de risico's die wij in de gemeente Bokstel hebben, zoals al het eerder genoemde spoor, liggen we ook langs de A2, een van de drukste verkeersaders in Nederland. We hebben een groot industrieterrein en liggen bij de Campina, waar een verkeerd weggegooide sigaret zo kan resulteren in een grote bosbrand. Deze risico's vinden wij wezenlijk. Is het wel verantwoord dat er een wagen vertrekt? En wat is de overweging om een brandweerwagen in Sint-Oederode neer te zetten en deze niet in Bokstel te houden? Het is de wens van combinatie 95 dat de brandweer in Bokstel op volle sterkte blijft. Zelfs als het profiel niet verhoogd wordt in Bokstel, zit Bokstel tussen tussen dat spoor, de A2, met alle risico's van dien. In geval van calamiteiten moet je snel handelen. Als de brandweerauto's uit Sint-Oederode moeten komen, dan heb je nu al meteen het gevoel dat dat langer gaat duren. Ik heb altijd geleerd, elke minuut telt.
Wat kan de burgemeester doen om de brandweer bijvoorbeeld op volle sterkte te houden? Wij horen dat graag. En als laatste ziet combinatie 95 dat er ook goed gekeken wordt naar de preventie en de communicatie naar burgers in de regio. Better safe than sorry. Dankjewel. Dank u wel voor uw vragen. Ik zal gaan proberen om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Laten we even beginnen met de gemeenschappelijke regeling. Het is mooi om te zien met elkaar dat de gemeenschappelijke regeling is ingesteld, of is ingezet zoals hier gedaan is. Meneer Bulter heeft er ook lang naar gevraagd. Er is ook gezocht naar een oplossing om toch meer kleur lokaal erin te brengen. Dat is heel erg moeilijk, hè, want tegelijkertijd zegt de heer Van Zuilen, hoe krijgen we de kolos gestuurd? Dat moet ergens beginnen. En als je iets samen doet met 21 gemeenten, ben je ook alle 21 eigenaar. Dus dat brengt de complicatie al. Dan ga je proberen om toch iedereen invloed te geven. Nou, ik denk dat dit de weg is waar we op moeten om te zorgen dat we in ieder geval iets van onszelf terug herkennen in die gemeenschappelijke regeling. En ook de indruk hebben dat de gemeenschappelijke regeling iets doet aan de taken die wij graag aan die gemeenschappelijke regeling opgedragen hebben. Dus dat we ook zien, wat zijn die taken die dan uitgevoerd worden in Boxtel zelf vanuit de gemeenschappelijke regeling. Want dat is de reden dat we het overgedragen hebben. Om synergie te kweken, om het goedkoper te kunnen, om betere inzet te krijgen. Want dat moeten we niet vergeten. We hebben hier constant, we moeten macht hebben. Maar die gemeenschappelijke regeling is er ook gekomen om uiteindelijk in de uitvoering steeds beter met elkaar samen te kunnen werken en de kracht te versterken. Nou, het is goed dat we de kleur lokaal nu in kunnen brengen. Dat we kennis kunnen nemen van ons eigen risicoprofiel zoals het ook opgesteld is en op afzonderlijk voor Boxtel erbij gedaan is. Voor de andere gemeentes ook, maar voor Boxtel ook. En het is goed, ook goed om te zien dat we daarnaast kaders hebben neergezet waarin ja ook heel duidelijk naar boven komt. Dat we niet alleen voor veiligheid aan de lat staan, dat de burger daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. En dat we vooral samen in goede communicatie op moeten trekken om die taak zo goed mogelijk met elkaar ook uit te voeren. Nou, ga ik wat meer in op de vragen die door partijen gesteld zijn. Kolos op andere koers brengen. Ja, wat we kunnen doen hier is met de nieuwe invloed proberen om zoveel mogelijk ons eigen kader in te kiezen en dat in een zienswijze ook te verwerken. Ik zal u straks een antwoord geven op de vragen die u gesteld hebt en misschien dat we in de tweede termijn ook nog wat dieper op een zienswijze in kunnen gaan. 200 bladzijden wordt aangegeven door de heer Van Zuilen, leest niet als een roman. Nou, romannen merk ik steeds weer tegenwoordig ook worden steeds spannender. En een risicoprofiel is toch behoorlijk spannend, dus het begint al een beetje de kant van een roman op te gaan. Maar of het eindigt in liefde, dat is aan u om dat te bepalen. Het is nog een concept wat hier neergelegd wordt. Dan heb ik het over de zienswijze die Vught gestuurd heeft, om daar gelijk maar even op in te gaan. Ik heb zelf besloten om die zienswijze aan u vanavond kenbaar te maken, omdat wij hem als college ook ondersteunen, de zienswijze van Vught. Maar wat Vught omschrijft is niet dezelfde casus als die bij ons natuurlijk speelt. Dat is geen probleem, want wij moeten altijd onszelf in blijven zetten. En ik als burgemeester, ook voor de veiligheid van Boxtel, probeer die natuurlijk zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen en daar zo hoog mogelijk een standaard in na te streven. Ook als het gaat bij de veiligheidsregio, probeer ik voor ons de grootst mogelijke inzet te krijgen. U moet zich wel realiseren dat wij gaan over de kaders en over, zeg maar eventjes, een stukje invloed op het risicoprofiel, wat overigens ook door de veiligheidsregio wordt ingezet, maar dat de middelen toewijzen tegenwoordig bij de regio zit en niet meer bij de gemeente zelf. Dat wil niet zeggen dat wij als gemeente daar niet over kunnen spreken en daarover met de Veiligheidsraad in discussie kunnen gaan. Dat moeten we zeker ook doen, want het gaat tenslotte om ons Boxtel en daar zijn wij allemaal verantwoordelijk voor en ik als portefeuillehouder ook, dus ik zal daar uitermate mijn best voor doen. Maar het betekent wel, als we dan gaan naar die inzet en we hebben het bijvoorbeeld over een brandweerauto die weggaat uit Boxtel, dat de veiligheidsregio met alles wat ingebracht is in die veiligheidsregio, zo ook onze materialen, gaat kijken hoe ze met al het materiaal tezamen een zo goed mogelijke dekking, gezien de risico's die er zijn in het totale gebied, kunnen gaan vormgeven. En dat betekent dat Boxtel vrij goed uitgerust is. En nou ja, goed, iedere gemeente heeft dat op zijn eigen niveau gedaan. Waarbij de veiligheidsregio heeft bepaald om daar een stukje verplaatsing te laten plaatsvinden. Die verplaatsing van die ene wagen naar Sint-Oederode,
die is in mijn ogen onderbouwd geweest. Maar wil niet zeggen dat met de risico's die eraan komen en met de zienswijze die we neerleggen, dat we met elkaar nog eens moeten kijken of dat reden geeft om uiteindelijk tot een risicoprofiel te komen wat extra druk op Boksel legt en daardoor ook weer een verplaatsing van voertuigen mogelijk zou moeten zijn. Maar goed, dat kan ik nu niet inschatten. Ga ik verder op de PAS, want ik doe dan toch maar een beetje de algemene beantwoording die iedereen ook heeft neergelegd. Als het gaat over de PS in de situatie Vught en de situatie Boksel. Kijk, in Vught is natuurlijk sprake van een nieuw extra spoor. En het omsporen van het goederenvervoer, vooral van de Brabantlijn via de Betuwelijn op de Noord-Zuidas. En dat betekent dat in Vught de toename gigantisch is. Ten opzichte van wat het nu is. Bij ons was het al veel. En het verandert van spoor. En het neemt natuurlijk tijdens de verbouwing van het traject van de Betuwelijn natuurlijk wel iets toe. Maar daarin moeten we concluderen dat we de risico's dan moeten bekijken over wat er bij ons de toename is. Nou, die risico's zijn bekeken, ook tegelijk met de maatregelen die genomen gaan worden. Als je gaat kijken naar de maatregelen die wij krijgen met PAS, dan betekent dat wij ongelijkvloerse kruisingen krijgen. Dat betekent dat een groot gedeelte van het risico, wat eigenlijk bij Boksel zat, want de grootste risico zit hem op die overweg, staat er een auto stil, rijdt er een trein tegenaan, kan een goederenwagon ontsporen en kun je, daar worden dus nu op dit moment maatregelen voor genomen. Neemt ook niet weg dat je geen tijdelijke situatie krijgt waarin de risico's misschien weer toenemen, maar hoe er in de tijdelijke situatie omgespoord wordt of gedaan wordt of hoe dat geregeld wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus daar kunnen we u ook nog niks van vertellen, maar daar zullen we zeker bekijken, iedere keer weer samen met de veiligheidsregio's, of de risico's voor Boksel daar voldoende behandeld zijn en meegenomen zijn. Betekent dat eigenlijk de situatie op het spoor in Boksel door de maatregelen die genomen worden en ook nog eens door het feit dat treinstellen ook nog anders uitgerust worden, hè, waar vroeger wagons met benzine achter elkaar of gassen achter elkaar mochten hangen, zijn er nu ook maatregelen genomen om dat anders in te gaan richten, ook dat spoorvervoer, ook die wagon achter elkaar, en daarmee neemt het veiligheid, het totale impactverhaal neemt af. De kans niet, maar de impact neemt daarmee wel af. Betekent dat er best veel geïnvesteerd wordt hier ook door ons in het kader van die veiligheid, door die maatregelen te nemen die we nu gaan nemen. Wil niet zeggen dat we er oog voor moeten houden en wil niet zeggen dat we Vught niet moeten ondersteunen in dat wat er gebeurt. Omdat de steun van Vught ook kan leiden voor ons tot een hoger risico en daarmee een hogere inzet. Maar dan doen we het echt om een hogere inzet te krijgen dan dat we nu hebben. Maar ik wil niet graag het verhaal naar buiten hebben dat wij dat de gevaren voor onze burgers uitermate veel groter worden, want daar zijn we juist voor aan het investeren om die lager te maken. Maar dat weerhoudt ons niet om hier vanuit Boksel voor onze eigen inwoners een claim te leggen om de bescherming misschien nog wel wat hoger te krijgen. En dat is ook de inzet die we volgens mij vanavond moeten plegen. Maar dat moeten we wel op een goede manier en op een goede wijze met elkaar wegzetten. Dus het college heeft ook gezegd, en daarom heb ik hem ook neer laten zetten, dat we hem omarmen en dat we Vught steunen en dat we dan gaan kijken. Overigens, de brief van Vught bevat eigenlijk alleen als de maatregel in Vught genomen is. Hè? Want Vught wil natuurlijk via de maatregelen ook kijken of ze wat meer financieel bijdrage kunnen krijgen om de impact te verlagen. En dat zijn allemaal dingen die ik geoorloofd vind, omdat je als gemeente staat voor je eigen gemeenschap. Maar dan nog is het pas 2020 op het moment dat dit soort zaken gaan spelen. Dan zijn we eigenlijk al een nieuw risicoprofiel al toe, maar dat geeft niks. We kunnen het maar vroegtijdig neerleggen doen. Dus ondersteunen, heel graag. Zorgen dat we daarmee ook capaciteit krijgen en misschien nog capaciteit verder kunnen vergroten. En iedere keer als we dat kunnen vanuit ons, maar dan moeten we echt wel onderbouwen, want ik kan wel roepen en ik kan claimen, maar we moeten wel ook zorgen dat we daar ook een redenering onder leggen, want we zijn niet voor niks in regioverband en we zijn niet alleen Boksel, maar als burgemeester zult u mij aan uw zijde vinden. Als ik ook maar ergens de veiligheid van Boksel kan verhogen, zal ik dat doen. Gaat het over de kazerne, dan is mij aangegeven, en dat vraag ik iedere keer weer, hoe zit het, er komt een strategisch huisvestingsplan naar de toekomst. Er zijn trouwens nu ook weer discussies over de verdeelsleutel, want destijds is die regio in gang gezet. En iedereen heeft zijn spullen ingebracht in de regio en is gaan betalen voor wat hij zelf eigenlijk in zijn regio inbracht. Dus de kapitaalslasten van datgene wat er stond en de onderhoud, de vervanging daarvan. Nou, sommigen hebben heel veel ingebracht, sommigen hebben weinig ingebracht. Ja, op een gegeven moment zegt die regio, wij gaan de dingen verzetten. Dus een gemeente die heel veel ingebracht heeft, betaalt relatief veel voor dat wat hij dan op dat moment heeft staan.
Ik wil niet zeggen dat wij erbij horen, want volgens mij krijgen wij bij een nieuwe verdeelsleutel moeten we extra gaan betalen. Dus dat zou kunnen. Maar er gaat wel gewerkt voor aan een nieuwe verdeelsleutel. Die krijgt u hier ook voorgelegd. En dat is ook een stukje om recht te doen aan dat wat de bijdrage van de gemeente zou moeten zijn. Over huisvesting speelt precies hetzelfde. En daarbij is verzekerd dat Liemde gewoon nog hard genoeg nodig is naar de toekomst. En dat daar gewoon een kazerne moet blijven. Want ook als je gaat kijken naar dekking, is Liemde gewoon hartstikke hard nodig. En zou je bij, als er over huisvesting naar de toekomst gesproken moet worden, en we zijn een regio en de huisvesting moet ingebracht worden in de regio, dat wij veel moeten bijbetalen omdat wij de kazerne in Liemde ook moeten gaan vervangen, omdat die relatief oud is. Dus het gaat ons ook geld kosten als dat naar de regio toe gaat. Ik hoop dat het bij ons blijft en dat we het op deze manier kunnen behouden. Gaat het naar de regio, zal het leiden in Liemde waarschijnlijk ook nog tot nieuwbouw. Dus de potentie in Liemde zit er echt nog wel naar de toekomst in. Daar hoeft u niet bang voor te zijn. Tenminste, dat is wat ik nu hoor bij de regio. En dat kan naar de toekomst altijd weer veranderen. Ik kan nooit verder als een beeld geven van wat ik nu bij hun krijg. Ja, rijtijden verlagen of verhogen, hè, dat is altijd zo'n discussie. De vraag is, als je rijtijden verlaagt, of dat ze realistisch zijn. Als je rijtijden gaat verlagen en ze zijn niet realistisch meer, dan wat ga je dan tegen burgers zeggen? Hè, ga je dat dan volhouden met elkaar? Of zeg je dan, als dat zo is, dan moeten burgers zelf aanvullende maatregelen gaan nemen om te zorgen dat ze ook beschermd zijn. Want de werkelijke, realistische aanrijdtijd is belangrijk voor de veiligheid van de burger. Nou, die maatregelen zijn de laatste keer ook genomen om een proactief communicatief traject te starten. Om te kijken daar waar de dekkingsplan niet voldoet, hè, dus de dekking niet voldoet in aanrijdtijd, om daar ook meer communicatie met de burger over het zelf optreden in geval van brand ook beter te kunnen begeleiden. Goed, dan kijk ik even naar D66. Die zegt dat het de zegen is dat we het op deze manier met elkaar kunnen doen. Maar zegt ook dat de voordelen van Boksel een zegen zijn, maar ook een gevaar opleveren. En daarmee bedoelde nu bijvoorbeeld ook over de A2, het spoor en de Campina. En daar heeft u helemaal gelijk in. Dat wat bij ons van nut is, kan ook een gevaar opleveren. Alhoewel ik daar wel positief in zou willen blijven staan, dat doet u eigenlijk ook. Hè. We moeten nog steeds constateren dat het nut wat we ervan hebben, hè, prachtige ligging, het groene woud, het spoor en de A2... ons ook mensen opleveren en ons economisch ook veel brengt. Ik wil niet zeggen dat we moeten blijven kijken naar die risico's. Goed, het vliegverkeer, ja, daar ziet u ook iedere keer weer en dat ziet u ook in de risicoanalyse. De impact kan groot zijn van dat soort ongelukken, maar de kans is natuurlijk heel erg klein. En kans en impact maken met elkaar de maatregelen die je moet treffen. En daarbij kan het vliegverkeer nog toenemen voordat je daar echt maatregelen op kunt gaan treffen. Omdat in de kansberekening andere gevaren veel groter zijn, zal ik maar zeggen. En er moet toch met de totaalcapaciteit gekeken worden waar kunnen we inzetten. Maar het is goed dat u het neerlegt hier, want het is iets wat we ook bij de veiligheidsregio onder ogen moeten blijven brengen. Goed, ik ga wat vaart maken met wat antwoorden te geven. PvdA, GroenLinks, daar is het heel duidelijk. De gemeenschappelijke regeling, daar hebt u al vaker iets over gezegd. Ik ben ook blij dat we op deze manier met elkaar een start kunnen maken. Dat we ook invulling kunnen geven. En ik vind het ook heel mooi om te constateren samen met u dat de 11 kaders en vooral kader 2, 4, 7 en 8 ook kaders zijn waar we samen niet alleen als raad nog impact kunnen hebben, maar ook samen met onze burgers nog iets kunnen doen. Het kan een voorbeeld zijn ook voor andere gemeenschappelijke regelingen. Daar hebben we het al over gehad. U onderschrijft ook vlucht, dat doen de anderen ook allemaal. Ik heb al aangegeven dat het college er ook achter staat. De SP, gevaarlijke stoffen, geeft het ook weer aan. We houden er oog voor. Ook gedurende de verbouwing moeten we het traject goed in de gaten houden. Want het zijn allemaal processen die erin kunnen sluipen. Waarbij we net niet voldoende gedaan hebben. En waarbij we het onszelf niet vergeven aan de achterkant als daar iets mis zou gaan. Want het gaat allemaal om onze inwoners. Dan hadden we ook nog iemand een vraag over de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat was het CDA die daar de vraag over stelde. Bij alle werkzaamheden die wij doen hier in Boksel, kijken we daar goed naar. En maken ook noodplannen voor veiligheidsdiensten om dat te doen. Dat wil zeggen dat we proberen, ondanks dat maatregelen soms genomen moeten worden, we toch binnen acceptabele
momenten proberen een aanrijdtijd te maken. Dat kan soms iets langer zijn op sommige plekken, want je moet tenslotte een omweg maken als je ergens bezig bent. Maar er wordt wel met de hulpdiensten overlegd en er wordt wel iedere keer gekeken, vooral bij grote trajecten, doen we niet te veel zodat alles geblokkeerd wordt en zijn we daar zorgvuldig in. En PAS zitten dat soort maatregelen en overleggen en straks in de aanbesteding samen met de aannemers wordt er ook goed op gekeken en goed op teruggekeken. Ja, mensen en overdraagbare dierenziekten, de communicatie daarin. Volgens mij staat er in de kaders van het veiligheidsplan heel duidelijk dat we ook de communicatie met mensen aan moeten gaan als het gaat over dit soort zaken. Ik kan zo het kader, het nummer zo niet direct noemen, maar wel dat communicatie heel belangrijk wordt en dat de veiligheidsregio daar een hele grote rol in heeft. En ik zou u niet willen adviseren om overdraagbare ziekten nu gelijk in de prioriteit van het risicoprofiel omhoog te brengen. Maar gewoon in de kaders gewoon eens te kijken, staat het daar benoemd? En daar staat de communicatie volgens mij, dus het omgaan met burgers in het geheel, wel vernoemd. Dan ga ik verder naar verminderd. Mensen die verminderd kunnen acteren tijdens een ongeval. Ja, daar staat het risicoprofiel ook van vol dat een iets is wat in de komende tijd zich gaat ontwikkelen. En waarbij in ieder geval aan de voorkant heel duidelijk gekeken moet worden. Hoe gaan we met die mensen om? Hoe informeren we ze goed? Hoe helpen we ze bij die bij die grotere kwetsbaarheid? En nou ja, de veiligheidsregio heeft dat ook zo benoemd en vindt ook dat een taak om naar de toekomst toe uit te gaan werken. Nou, dat vinden wij als gemeente zelf ook. Ik denk dat daarmee het risico goed ingeschaald is wat er staat. Want we kunnen niet alles op nummer 1 zetten natuurlijk. En nou ja, we moeten daar gewoon een goede uitwerking. En de tijd zal ons ook leren wat dat gaat betekenen. Goed, volgens mij heb ik zo'n beetje door de vragen heen gewerkt. En als er nog een aanvullende vraag is of iets wat ik gemist heb, de heer Van Zuylen. Ja, een korte vraag, voorzitter. De landelijke trend van terugloop van het aantal vrijwilligers. Ja, dat was een vraag die u gesteld heeft. Sorry, die heb ik even gemist. In Boksel hebben wij nog geen tekort aan vrijwilligers. Dus dat zit er bij ons nog niet in. De posten zijn goed bemand. Alleen moet je altijd oog houden voor die toekomst. Op het moment dat wij merken dat een tekort gaat worden of dat dat terugloopt, dan zul je daar dingen mee moeten gaan doen. Je ziet in sommige plekken bijvoorbeeld de jeugdbrandweer ontstaan en dat soort zaken om te zorgen dat mensen al op vroege leeftijd naar die brandweer toegezogen worden, de interesse daarvoor ontwikkelen. En nou ja, goed, dat zouden we in de toekomst eens kunnen gaan bekijken. Alleen dat kost ook een capaciteit, inzet en geld. En ik denk dat je dat soort maatregelen wel moet nemen, maar pas op momenten dat je ook echt ziet dat het noodzakelijk is. Maar we houden dat punt zeker in de gaten, want het is landelijk een trend. Goed, daarmee uw vragen beantwoord te hebben, voelt u vrij om uw vinger op te steken om in tweede termijn eventueel met elkaar nog een discussie aan te gaan. Ik kijk even rond of dat zo is. De heer Bulder wil nog graag iets zeggen. Loopt u naar het sprekersstoel toe en dan zie ik u vanzelf de discussie aanhalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een korte opmerking. Het is van belang, zeg maar, volgens mij, dat dit is een kaderdiscussie. En dat betekent dat we kaderstellend met elkaar dingen gaan voorleggen. En dat wij ons op dit moment in beginsel, zeg maar, akkoord kunnen verklaren met de 11 kaders zoals die zijn voorgelegd vanuit de veiligheidsregio. En wij hebben onze eigen wegen en wensen en onze zienswijze. Van belang is nu wel dat het antwoord wat nu van de veiligheidsregio komt, dat een kwalitatief goed onderbouwd antwoord is, ook naar ons toe. Niet in de lucht voor allen, maar dat wij ook een antwoord krijgen. Kijk, wij zijn geen veiligheidsexperts. Dat zijn zij, maar wij zijn niet dom. En dus wij hebben ook wel enig verstand van onze lokale situatie. En dus wij kunnen ook goed inschatten wat de risico's zijn enzovoorts. Maar wij zijn geen veiligheidsexperts. En zij moeten dus vanuit hun expertise een antwoord geven op de vragen en de zienswijzen die wij voorleggen. En dus het is wel van groot belang, anders dan hou je dat gevoel van die kolos. En daar moeten we vanaf. Nee. We moeten een goed antwoord hebben wat kwaliteit heeft. En de argumenten moeten ons overtuigen. Niks anders, volgens mij. Dank u wel, lijkt me duidelijk. Meneer Van Zuylen, u wilt ook nog? Ja, gaat uw gang. U kunt gewoon naar de sprekersstoel toe lopen als u het gesprek aan wil gaan. Ja, dank je wel, voorzitter. Het is de bedoeling eigenlijk dat wij nu in discussie met elkaar gaan. Maar ik wil even kort de voorzitter bedanken voor zijn antwoorden die hij gegeven heeft op mijn vragen.
met name voor wat betreft de postliemde en de mogelijke maatregelen die getroffen worden om de continuïteit van de posten eventueel op peil te houden. Daar ben ik heel blij mee. Ook de opmerking van collega Bulter voor wat betreft de kolos, dat wij nu in de gelegenheid krijgen, eigenlijk voor de eerste keer, want dat is historisch, dat we daartoe op uitdrukkelijke wijze van de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld. Ik denk dat dat zelfs min of meer als baanbrekend is, want we zijn eigenlijk nooit met zoveel woorden als zodanig gevraagd als raad om een dergelijke stap te zetten. Daar ben ik de veiligheidsregio wel erkentelijk voor. En misschien dat dat een voor andere organisaties, want we hebben meerdere gemeenschappelijke regelingen waar wij met 20 of meer gemeentes deelnemen, dat dit een voorzet is die door anderen ook wordt overgenomen. Dankjewel in ieder geval namens onze fractie. Goed, dan zie ik verder geen mensen meer staan. Wil ik toch heel eventjes samenpakken om te zorgen dat ik mijn zienswijze goed voor elkaar heb. De zienswijze die wij in gaan dienen is vooral de zienswijze van Vught ondersteunen in het kader van de PAS. Dus proberen om meer prioriteit te krijgen in het risicoprofiel als het gaat over PS. En dat is dan trechter ik even. Dus met alle zorgen die u daarnaast heeft, ligt er veel op mijn bordje. En neem ik vooral aan om te zorgen dat ik probeer om de capaciteit gewoon goed hoog te houden. Om te zorgen dat Boksel goed ten opzichte van het risicoprofiel de maatregelen kan nemen. Dat zal ik sowieso continu doen als het gaat over het kader wat er nu ligt. Dienen we gezamenlijk een zienswijze in die aansluit bij de zienswijze van Vught. Dus ik neem aan dat we één op één die zienswijze op die manier overnemen. Ja? Mevrouw Broens, nog een kleine opmerking. Ik zou het prettig vinden als u dan onderaan die brief de inbreng van meneer Bulter zou kunnen verwerken. Omdat naast mij nog een aantal meer mensen zaten te knikken als dat een soort afsluitende zin is. Dus dat we aangeven dat er in Boksel wel behoefte is aan een soort terugkoppeling. Ja, nou kan ik u aangeven dat de terugkoppeling op een zienswijze, zienswijze wordt verwerkt in de, straks in de kadernota en in de dingen. Dus daar ziet u hem straks terug. Dus we zullen geen officiële brief terugkrijgen waarin onze zaken neergelegd zijn. U kunt straks wel weer een reactie geven op kadernota en begroting van het geheel. Maar je kan natuurlijk verkiezen om in je kadernota nog duidelijk die zienswijze nog een keer naar voren te brengen en je antwoord daar. Er valt wel een stuk een tussenweg. Hè. Je kan het laten verdwijnen in een volledige kadernota en dan moeten wij daarnaar zoeken. Of je zorgt dat je een soort paragraaf over maakt waar dat wat duidelijker verwoord is. En ik denk dat dat een beetje is wat de bedoeling dan is. Mevrouw Als u namelijk begint met die brief met de complimenten zoals mevrouw Van der Hoven bijvoorbeeld zegt en u zegt dan wat we willen. Nou, dat was onze bedoeling al wel om positief in te steken. Ja, hoor. En dan te eindigen met het feit dat we toch wel heel graag willen dat we effect krijgen. Dus, ja, en dan de afsluiting van meneer Bulter. Daar zijn we goed toe in staat om de brief op die manier neer te zetten. Alleen kan ik u niet garanderen dat de veiligheidsregio op al die zaken afzonderlijk reageert. Wel ga ik dat vragen of ze dat willen doen. Of ze naast de verwerking in de kadernota nog een aparte terugkoppeling over de vraag willen geven. Ja? Is dat dan zo goed als samenvatting zo? Ja? Dank u wel. Goed. Dan gaan we verder naar het volgende punt. En dan komen we op de kadernotitie beheer en onderhoud groen en stratenreiniging. Wie wil daarover in de eerste termijn het woord? Mevrouw Broens, aan u het woord. Kadernotitie beheer en onderhoud groen en straatreiniging. Het CDA vindt dat de inzet van burgers gestimuleerd moet worden en heeft hiervoor ook al een voorstel doorgestuurd via de grafier en de communicatiemedewerker. Wij kunnen ons vinden in het afvalbakkenbeleid. Versobering is prima. Wij zijn blij dat onze opmerkingen over de bermen mee is genomen. Wel zagen wij in het programma jaarverslag van 2014 dat dit niet uitgevoerd wordt volgens door de raad vastgestelde criteria. En dat zouden we dan wel weer op prijs stellen. Wij denken net als u dat het combineren van groen en straatreiniging een logisch en kostenbesparend iets is.
Het contract met de WSD continueren is prima, maar wij zouden er wel graag een flexibel contract van maken. Zodat als de burgerparticipatie werkelijk vorm gaat krijgen, dit ook aangepast kan worden. Bij de keuze voor meer groen in de winkelstraten gaat onze voorkeur uit naar bomen. Met beperkt bodemonderhoud, weinig onderhoud en een hoge sierwaarde. Ook in andere wijken zouden wij de grasvelden liever voorzien van fraaier inheemse beplantingen met hoogteverschillen. Een punt van aandacht is voor ons wel het zwerfvuil. Graag actieve voorlichting op scholen en huis aan huis. En waar mogelijk nog meer burgerinitiatieven stimuleren. U noemt er wel enkele, maar dat kan best nog veel meer. Met name op de Keulse baan langs het Duits lijntje is het echt verschrikkelijk. En dan als laatste, wij zijn voor een verdere beperking van het aantal borden, maar wel graag schone en leesbare borden. Sober, doch doelmatig. Dank u wel, mevrouw Broens. De heer Voets. Dank je wel, voorzitter. Combinatie 95, ik vind het een goed plan. Alleen we hebben een aantal opmerkingen. Het is goed dat men aansluit bij het duurzame beheren van het groene structuurvisieplan. En dat de gemeente meer samenwerking zoekt met de burgers, zoals CDA ook al aangaf, met de bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte, kunnen wij zeker waarderen. Maar er gebeurt al veel op dat vlak, met name de moestuinprojecten, de generatietuin, foodwalks, het zwerfafvalpakkers, de zeppers zogenaamd, die volop in actie zijn. Boksel zelf voldoet aan de landelijke norm met 79 vierkante meter, net aan de landelijke norm. Voor combinatie 95 mag het centrum dan ook groener worden. En met name in het centrum de geveltuinen en dat er minder verstening komt. En minder verstening is straks in het rioolplan ook al aan de orde geweest. De voordelen zijn daarvan bekend. Mijn vraag is van in Groningen loopt al een actie. Tegels eruit, tuinen erin. Daar zou eigenlijk, en daar worden de burgers beloond. Ja, middels een geldelijk bedrag. Je zou daar eventueel met een andere beloning kunnen doen. De vraag is ook, wanneer gaan we aan de slag met de buurt en de bewoners? Daarnaast, dit natuurlijk ook weer in samenwerking met de bewoners. Het afvalbakkenbeleid. In de beeldvormende vergadering kwam duidelijk naar voren dat het minder afvalbakken geen optie zou zijn. En dit komt niet helemaal terug in het stuk. Er wordt dadelijk wel gezegd van, hey, als de afvalbakken verdwijnen, dan gaat men in overleg met de bewoners. Maar het is niet helemaal conform de beeldvormende vergadering. Daarnaast de echte uitvoeringskosten, daar valt heel erg op, die zijn 52% hoger als de benchmark. En de suggestie is dan ook met die andere gemeentes aan de slag te gaan van waarom hun het wel goedkoper kunnen. Waar ligt het dan aan? Moeten wij meer uitbesteden of zijn er nog andere dingen? En als laatste vraagt de combinatie aandacht met name voor de hotspots en grotere evenementen om daar meer aandacht te schenken aan het scheiden van afval. In België heb je al leuke afvalstations die ze daar neerzetten met gekleurde zakken. Dat ze zeggen van, hey, we hebben een zak voor papier, restafval en plastic. Want sommige afvalstoffen worden ook weer grondstoffen. Dus daar zou je ook naar moeten kijken. En met name op de grotere evenementen, daar zie je ook al dat er kliko's, grote kliko's voor verschillende fracties geplaatst worden. En fracties, daar bedoel ik mee, papier, rest, afval en noem maar op. Tot zover in eerste termijn. Nee, hopelijk komt er geen combinatie, Kliko. Dat zou een verschillende, een verschrikkelijke droom zijn natuurlijk. De heer Regeman, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, laat ik daar maar meteen mee beginnen. Wij zijn ook voor veel groen. Dan hebben we dat in ieder geval ook gezegd. Maar dan toch twee andere zaken. We moeten ons wel inderdaad goed gaan afvragen wat de functie van beeldvorming is. Beeldvorming mag niet zenden zijn. Beeldvorming moet ook leiden tot dialoog.
En dat is ook wat de heer Voets inderdaad op een gegeven moment wel zegt van, is die beeldvorming als zodanig een onderdeel van het proces waardoor we uiteindelijk komen tot oordeel en besluitvorming? Of wordt het inderdaad toch vooral zenden? Dat is een eerste opmerking die we ons allemaal toch iedere keer moeten blijven stellen. Anders inderdaad is het een gemiste kans. Een andere kans, en dan moet je ook even afvragen, is de volgorde van hoe we onze planvorming tot stand komt. Als wij mensen betrekken bij de ideevorming van hun omgeving, dan zullen ze zich meer verantwoordelijk en meer eigenaar voelen om ook de uitvoering ter hand te nemen. Dat is een ander verhaal dan dat je het plan al gemaakt hebt en dan zegt, en dan moet jij hem nog even onderhouden. Dat is de omgekeerde volgorde. Participatie begint bij eigenaarschap en begint in zin bij verantwoordelijkheid nemen, maar begint dus ook bij de ideevorming. En ik denk, daar moet dit plan nog nadrukkelijk meer aan gesleuteld worden. Dus ga niet in gesprek met mensen wat ze moeten, maar ga in gesprek met de mensen wat ze willen. En van daaruit denk ik, en dat is net door mijn collega ook al benoemd, heel veel initiatieven zijn er al. En ik denk dat die mensen heel graag willen deelnemen, mits ze ook serieus genomen worden in hun omgeving, hoe ze daar tegenaan kijken en hoe ze daarin willen functioneren. De vuilnisbakken-theorie twijfelen ook enigszins aan. De vuilnisbakken-theorie die gaat als volgt. Ik zie nergens een vuilnisbak, dus ik gooi niks weg. Dat is even de vraag of dat de juiste benadering is. En ik denk ook dat het ook nog zo kan zijn dat als je weet al waar risico's zijn, dat je dus nadrukkelijk, en ik denk dat geldt ook weer voor de mensen die daar wonen, dat nadrukkelijk kunnen inschatten, dat je daar ook je beleid op maakt. Dat is niet vragen, dat is nogmaals overleg voeren als zodanig. En als laatste laat ik heel positief afsluiten. Goed idee om de WSD daar helemaal in mee te nemen. Ik zou niet laten afhankelijk zijn van de inzet van mensen, want ook kwalitatief goed werk voor alle mensen, op welk niveau dan ook, zullen we ook naar de toekomst moeten borgen. We kunnen niet alles wegsaneren door vrijwilligers. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Hekeman. Mevrouw Van Alphen. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Door middel van deze kadernotitie worden we gevraagd de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud groene straatreiniging vast te stellen. Maar waar stemmen we nu eigenlijk concreet mee in, is onze vraag. Wat zien we in het straatbeeld zometeen concreet veranderen? Daar zouden we graag een nadere uitleg van de wethouder over ontvangen. De gebiedsgerichte aanpak, die kunnen wij ondersteunen. Balans vindt het daarbij van belang dat in het algemeen beeldgericht gewerkt wordt in plaats van op vaste tijden, dus niet momentafhankelijk. Als het gaat om de mogelijkheden in het kader van burgerparticipatie, vinden wij dat participatie geen doel is, maar een middel. De beoogde zelfwerkzaamheid binnen groen en straatreiniging klinkt overigens goed, meer verantwoordelijkheid. Maar daarvoor zal burgerparticipatie in de praktijk grotere vormen aan moeten nemen. En we moeten dit niet overschatten. Als we hierop ingaan, dan wordt de vrijblijvendheid en de uitvoering, die wordt dan minder. Hè? De vrijblijvendheid in de uitvoering, zo gezegd. Willen mensen dat ook? Dat is onze vraag daarbij. Die vraag stellen wij onszelf, overigens. Dat de lijn wordt voortgezet om mensen die actief willen zijn in de openbare ruimte, worden gefaciliteerd met materialen of in groepsverband met een vergoeding, vinden wij een goede lijn. Op deze manier stimuleer je nieuwe initiatieven. Het stimuleren van arbeidsparticipatie door mensen op hun eigen kracht in te zetten en door meer samen te werken met de WSD, zojuist ook al een paar keer vernoemd, vinden wij prima. En dan de plaatsing van afvalbakken. Dat lijkt een hot item. Nou, voor ons niet. Laat ons duidelijk zijn, Balans wil niet minder afvalbakken, maar minimaal het huidige aantal behouden. Dit in tegenstelling tot het college en zojuist ook genoemd door het CDA. Zij willen graag minder afvalbakken. De gedachtegang van het college, minder afvalbakken, geeft minder rotzooi. Die steunen wij zeker niet. Maar niet alleen het aantal afvalbakken is van belang, ook de locatie. Denk onder andere aan plaatsing bij ontmoetingsplekken en hondenuitlaatplaatsen. Een must, wat ons betreft. Wij zijn onlangs nog benaderd door iemand die graag een afvalbak geplaatst ziet bij de hondenuitlaatplaats op de hoek Pastor Erastraat Breukelse straat. En wij verzoeken de wethouder om dit verzoek ook mee te nemen. Dan het ledigen en de frequentie van het ledigen van de afvalbakken. Dat is naar onze wens. Bij evenementen en carnaval wordt extra opgehaald. Prima.
Zwerfafval. Ja, we merken op dat er veel zwerfafval gesignaleerd wordt langs de Noord-Zuidas. En in het beeldbeheerplan wordt dit aangeduid als hier en daar. Wij hebben daar een andere beleving bij. Indien mogelijk is meteen opruimen ook de beste remedie wat ons betreft. Waar al rommel ligt, wordt vaak vuil bijgegooid. En dit zie je helaas ook niet alleen in de kernen, maar ook daarbuiten. Met regelmaat worden volle vuilniszakken gedumpt. En wij zijn ook van mening dat door de invoering van DIFTA dat het ook niet minder geworden is. Mensen stoppen het grove afval vaak niet meer in eigen kliko, maar gaan op zoek naar een dumpplek. En daardoor raken prullenbakken ook eerder vol, vanzelfsprekend. En of worden de bermen vervuild. Een afvalbak, ja, een afvalbak heeft natuurlijk wel een signaalfunctie. Anderzijds is en blijft het een mentaliteitskwestie. Dat beseffen ze ook. En dan, met betrekking tot het groenbeheer, is balans van mening dat bij het inrichten goed nagedacht moet worden over de jaarlijkse onderhoudskosten. Een mooie grasmat is relatief goedkoop en vaak ook effectief. De inrichting is ook bepalend als het gaat om het veiligheidsgevoel, vindt balans. Vanuit de wijk wil men graag sociale controle, dus een open ruimte, geen bult of struiken. Een open speeltuin is natuurlijk ook minder aantrekkelijk voor hangjeugd en daarmee vanzelfsprekend ook veiliger. En, ja, het berm- en slootbeheer, daar willen wij ook nog graag een opmerking over maken. Die worden niet in het plan meegenomen, zo blijkt uit de tweede kanttekening. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat er nog geen sprake is van een integraal plaatje. Er wordt gemaaid, maar de bermen die tellen niet mee. Het groen op een rotonde wordt wel middels dit plan voorzien en de bermen daarentegen niet. Ja, en wat ons verder opvalt is dat het buitengebied een niveau C krijgt. Dat lijkt in eerste instantie eigenlijk vreemd in relatie tot toerisme en recreatie, wat ons betreft. Te weinig aandacht om van voldoende betekenis te zijn voor onze eigen inwoners en voor de bezoekers van onze gemeente, of aan onze gemeente. Het buitengebied is immers ons paradepaardje en trekt mensen naar Bokstol. Niveau C is voor ons dus minimaal en eigenlijk ook geen logische keuze. Wij zouden hier graag een reactie van de wethouder op ontvangen. Tot zover de eerste termijn. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Van Alphen. Dan ga ik verder met de heer De Koning. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter Boksel gaat het groenbeheer en de straatreiniging integraal aanpakken. Hiermee wordt een betere beeldkwaliteit verkregen, kan er efficiënter gewerkt worden en kan burger- en bewonersparticipatie een betere rol krijgen. Mensen, clubs en verenigingen motiveren elkaar om actief te worden in hun eigen omgeving, door bijvoorbeeld zwerfvuil te ruimen in wijken, parken en ontsluitingswegen. Maar wat gaan we doen als mensen, clubs of verenigingen elkaar niet gaan motiveren en dat het dus een rommeltje wordt? Zoals meneer Hegeman al zei, omdat ze bijvoorbeeld moeten. Er is een beloningsbeleid geformuleerd, maar is er ook een sanctiebeleid? Of gaat de gemeente het dan maar weer gewoon zelf doen? Een integrale aanpak zorgt op efficiënte wijze voor een hogere beeldkwaliteit. Er werd voorheen onafhankelijk van elkaar gewerkt binnen de twee disciplines groen en straatreiniging. Voor groen werd al gewerkt met beeldkwaliteitssystematiek. Voor reiniging werd meer gestuurd op frequentie. Is dit ook niet zoals het zou moeten zijn? Als een afvalbak vol is in een wijk of in een park, moet die dan niet gewoon leeggemaakt worden om verdere afvalophoping of zwerfafval te voorkomen. Immers, een vieze omgeving nodigt niet uit tot opruimen. Inbox kan zich voorstellen dat burgers niet blij worden als we als gemeente afvalbakken in een wijk of bij bankjes weg gaan halen. Is het niet zinvoller om meer bakken te plannen in samenspraak met de diverse buurten? Het maaien en het bakken leegmaken waren niet op elkaar afgestemd en waren ook aparte opdrachten voor externen. Door plantsoenonderhoud en straatreiniging op te nemen in één integraal beeldbeheersplan, wordt er een eenduidig beeld gerealiseerd en kan er efficiënter gewerkt gaan worden. We spreken op dat moment van een gebiedsgerichte aanpak, waar niet zozeer gekeken wordt naar de aparte onderdelen groen en straatreiniging, maar naar de totale gebiedskwaliteit. Op zich prima natuurlijk. Maar wat gaat u doen als het winter is en de bakken misschien wel sneller vol zitten dan het gras kan groeien? Na het vaststellen van het voorstel kan direct begonnen worden met de uitvoering van het plan. Inbox staat heel positief tegenover dit plan. Heel goed dat we de WSD blijven betrekken in dit soort plannen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Koning. Dan gaan we verder naar de heer Pult. Dank u wel, voorzitter. Het moest me toch even van het hart. Boksel komt niet tevoorschijn als een echt heel groene gemeente. Jammer, we zijn een beetje gemiddeld.
En ik had toch stiekem de hoop dat we wat meer zouden zijn, maar dat is niet het geval. Jammer. Het zegt iets over andere gemeentes dat ze ook groen zijn, maar het zegt ook iets over ons. Maar het kan dus nog beter. Dus volgens mij moeten we gaan echt voor het vergroenen van het centrum en van de parels. En ook dus de beleving van het groen vergroten in de woongebieden. Natuurlijk, daar is heel veel voor te zeggen. En dat moet ook. En ten derde, de bewoners erbij betrekken. Dat is natuurlijk een spannend doel. En dat wat we net ook al gezegd hebben. Mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Dus beleid voeren wil niet zeggen handhaven van zoals de dingen was. Maar dingen ontwikkelen samen met burgers. Dus dat betekent ook bijvoorbeeld dat je eens dingen gaat uitproberen. Een afvalbak verwijderen om te kijken wat dat gaat doen. En samen met de burgers daarover hebben wat de effecten daarvan zijn. Als het slimmer kan, dan moeten we dat zeker doen. Dus beleid voeren wil zeggen, dingen uitproberen, een beetje kijken, samen met mensen kijken of we dingen voor elkaar kunnen krijgen. Dat is wat we doen. Dus laten we alsjeblieft een beetje experimenteren, ook inbouwen in ons handelen. En dat bewoners geven wel terug, dat is toch precies wat we willen. Het is ook fijn dat er nog alternatieven in het kaderbeheerplan zijn aangeboden. Helemaal achteraan, maar ja, dat scherpt natuurlijk wel onze keuze. Maar het maakt ook duidelijk dat de voorgestelde keuzes die ons worden voorgelegd gewoon goed zijn. En wat mij betreft zijn die ook goed. Er is nog één dingetje waar we nog aan zouden kunnen denken is aan, als het gaat om zwerfvuil bijvoorbeeld en afvalbakken. Er zijn natuurlijk clubs enzovoorts die subsidie van ons ontvangen. Een subsidievoorwaarde zou kunnen zijn dat je ook je zorg voor je eigen leefomgeving hebt. En de zorg ook voor de afvalbakken in je eigen omgeving. Dat je zwerfvuil ook opruimt in je eigen omgeving. Nou, dat soort dingen, daar moeten we over denken. Dus uitproberen. En nou, in beginsel een goed verhaal. Dank u wel, meneer Bultig. Kijk ik eventjes naar de wethouder, want iedereen is geweest om reactie te geven op de eerste termijn. Meneer Van Wanderooy, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Allereerst denk ik alle fracties bedankt voor de positieve, toch wel de positieve insteek op het hele verhaal. Normaal is het zo, dan schrijf je je pols lam om alle vragen te noteren. Nou kon ik de opmerkingen niet eens bijhouden. Dus ik zou u eigenlijk alle uit willen nodigen toch een beetje knippen en plakken morgen of overmorgen. En kom met de suggesties, breng ze even in. Want het is eigenlijk volgens mij ook de insteek van het hele verhaal. Hè, dit is, wij willen proberen die burger te gaan betrekken bij zijn eigen wijk, bij zijn eigen omgeving, te participeren. Onder andere in hoe komt mijn wijk eruit te zien. En ik hoor al iets van ownership. Als ik eigenaar ben van, heb ik er een beter gevoel bij om er iets bij te gaan ondernemen. Het hoort er allemaal bij. Ten aanzien van de afvalbakken, want iedere fractie heeft daar wel heeft er iets over gezegd. Ik zou het eigenlijk willen proberen om het in vier woorden samen te pakken. Experimenteren, proberen, repareren, conserveren. Met andere woorden, wat mij betreft, het mag en het kan alle kanten op. Fractie Balans zegt van, wat ons betreft komen er meer. Ik zou zeggen van, nou, het hoeven er misschien niet meer te zijn, maar misschien moeten we iets anders neer gaan zetten. Feit blijft in ieder geval, en dat is dan waarschijnlijk op de beeldvorming er iets te weinig uitgekomen. Feit blijft, de buurt blijft meebepalen ten aanzien van de vuilnisbakken. Maar ik denk dat het goed is om het altijd in goed overleg te doen met elkaar. Kijken wat is logisch, wat willen we uitproberen. Ik hoor meneer Bultig zeggen, probeer het eens een keer, experimenteer. Ik hoop dat de buurten, dat de wijken daarvoor openstaan. Laten we het eens proberen met z'n allen. Lukt het niet, misschien moet het op een andere plek. Misschien moeten we het op een, misschien moeten we er een bij zetten. Misschien moeten we nog iets anders doen. Zou ik iets mogen vragen aan de wethouder? Als u de wethouder, nou ja goed, doet u gelijk een aanvullende vraag. Want hij is nu bezig met de afvalbakken en ik wil hem vragen het volgende. Sinds jaar en dag worden die afvalbakken opgehaald en geledigd. Er kan dus heel makkelijk een beeld geschetst worden van welke afvalbakken zijn nou iedere dag vol, iedere week vol of komen nooit vol. Op grond daarvan kunt u toch prima aan het werk gaan zonder al die moeilijkheden die we nu allemaal gaan discussiëren. Het is toch gewoon een kwestie van statistiek, van kijken wat zit er vol.
Nou, wat er vol is moet geledigd worden. Dat functioneert. En wat niet vol is kun je weghalen. Dus ik zie het probleem niet zo erg als u uw huiswerk had gedaan met betrekking tot datgene wat we reeds al jaren doen. Dank u wel. Stom, ik had het moeten houden bij experimenteren, proberen, repareren en conserveren. Maar ik ben in mijn enthousiasme te ver gegaan en daar ben ik op ingehaakt. Dan kom je toch weer in de problemen. De enkele vraag die toch overeind is gebleven. Meneer Voet, wanneer gaan we aan de slag? Ja, we zijn denk ik al eigenlijk aan de slag gegaan met z'n allen. Nou, we willen proberen om daar met dit verhaal om daar toch een extra schoen in en onder te krijgen. Afvalbak hebben we net gehad. Afvalstations is inderdaad een van de opties waarvan ik zeg van ja, dat is er één. Het kan zijn dat je als wijk zwerfvuil ophaalt en dat je 1 kilometer hebt gelopen en je loopt met 2 volle zakken en je denkt ja, en dat overkomt je iedere week, dan zou het goed zijn om ergens een tussentijds om daar een depootje voor aan te leggen, netjes weggewerkt, en dat je zegt oké, ik leg het daar neer en dan weet ik zeker dat morgen de gemeente komt om het op te halen zodat het weg is. Een van de suggesties die we willen en die we graag eigenlijk mee willen nemen het hele verhaal. Meneer Hegeman had het over de beeldvorming. Ja, is dat nou echt zenden alleen? Ik een opmerking, ik kent altijd een bron. En voor u was het inderdaad zo waarschijnlijk van, nou, we zijn er die avond geweest. We hebben onze bijdrage geleverd en ik zie er eigenlijk iets te weinig van terug. In mijn perceptie moet het verhaal toch zo zijn, en zo wil ik het ook proberen over te brengen. Het moet iets zijn wat eigenlijk, die beeldvorming gaat eigenlijk zelfs nog over deze avond heen. We zijn doorlopend in proces met elkaar om te kijken hoe kunnen we het nog verder verbeteren, hoe kunnen we het nog verder uitrollen. Met andere woorden, hoe kunnen we het niveau, het zoals Boksel eruit ziet, hoe kunnen we het nog verder opkrikken. En dat gewoon te doen door de centen die we hebben proberen aan te wenden voor de mensen die voor ons op pad zijn. En zeggen, nou, dat doe ik wat we doen. We geven hetzelfde geld uit wat we altijd uit hebben gegeven. En potverdorie, het wordt nog mooier ook nog. Want dat is de gedachte die achter het hele verhaal zit. Niet meer en niet minder. Mevrouw Van Alphen, wat zien we veranderen? Ja, mevrouw Van Alphen, ik weet het niet. Ik hoop heel erg veel. En ik ga er eigenlijk min of meer ook vanuit. Maar u heeft een heleboel suggesties gedaan. Ik zie ze graag morgen bij mij of overmorgen nogmaals in de mailbox. Bermen en Sloobeer had u iets over. Daar wil ik toch wel iets over zeggen. Dit is meer technisch. Een volle vuilniszak. Dat is geen zwerfafval, maar dat is illegaal dumpen. Maar die opmerking die komt van de ambtenaar, want ik zou er zelf niet op zijn gekomen. Beheer van bermen en slootbeheer. Bermbeheer is een vorm van ecologisch beheer en kent geen beeldbeheer. Maar ik kan me voorstellen, als je in een buurtschap woont buiten Boksel, dat je het idee krijgt, en dat geldt misschien ook wel voor de Noord-Zuidas, we rijden de bebouwde kom uit en houdt het hier eigenlijk op. Dan kan ik me voorstellen, want ik heb begrepen dat u met de buurt ook bijvoorbeeld, u zorgt voor papierinzameling en u bent ook onderweg. Ik kan me voorstellen dat u daar zegt, nou, als we de papierrond aan het lopen zijn, dan pakken we een paar zakken mee, we pikken op wat er in de berm ligt en we maken een deal met de gemeente en we zorgen dat ons potje op die manier nog verder komt. Met andere woorden, we laten niet bij papier. Maar het is de uitdaging eigenlijk die daar komt te liggen. Meneer de Koning, mag ik een beetje stilte, jongens? Verenigingen motiveren elkaar niet en dan wordt het een rommeltje en of er een of ander sanctiebeleid is. Nee, er is geen sanctiebeleid, dat is er niet. Op het moment dus dat een bepaald gebied of gebiedsdeel onder de norm blijft, dan is het zo. Dan hebben wij kennen het niveau AA 3xB, zoals u heeft gelezen. En dan zullen wij het als gemeente zelf gaan op moeten pakken en dan zullen we het zelf gaan doen. Reinigingen op frequentie. Ja, dat zou je eigenlijk wel willen, maar reiniging op frequentie wil zeggen dat je langs heel veel vuilnisbakken rijdt die half vol zijn, maar dat je er ook een heleboel aantreft en je rijdt de route wel die leeg zijn. Dus je moet eigenlijk zeggen, in de loop naarmate dat we met dit proces verder gaan, dat het goed is dat de buurt zich meldt, zegt wij constateren dat die vuilnisbak om de 2 dagen dat die geleeg moet worden. Dan gaan wij die vuilnisbak legen daar. Maar dat is een kwestie van afspraken met elkaar, regelen met elkaar. Maar dat is ook de toon die eigenlijk uit het stuk
spreekt, we willen samen op gaan trekken. En we kunnen onmogelijk eenzijdige afspraken maken. Nee, die moeten tweezijdig zijn en die moeten we nakomen met z'n allen. Want dat is de enige manier waarop dit plan in principe kan gaan leven. Bakken in samenspraak met de burgers. Nou, dat experimenteren, proberen, repareren, conserveren, daar komen we nog een keer op terug. Misschien nog wel één keer vanavond. We hadden herhalingen hier verboden, ja, dat, goed, dat weet u. Hè? We trekken samen op, ja inderdaad, de bedoeling is dat we samen optrekken met de buurten, met iedereen. U zegt, ja, in de winterperiode geen gras, wel volle bakken. Nou, dat impliceert dus dat wij ons werk op dat moment gaan aanpassen. Want dan hebben we nog altijd een niveau wat we handhaven willen hebben. Dan is het zo, is het qua groen, is het wat minder. Maar dan hebben we nog altijd qua straatreiniging, hebben we nog altijd een niveau hoog te houden. En dan zullen we ons aan conformeren. Dan draai ik het blad om. Dan kom ik nog bij meneer Bulter. Vergroenen in het centrum, ja, dat is een van de zaken, meneer Bulten. Ik zie het morgen graag in de mail. We hebben er zelf al aan gedacht. Het is een kwestie, ja, met name de vorige keer toen eigenlijk de problematiek van het Breukersplein kwam. Goh, die bomen in de stationsstraat, in die bakken, was eigenlijk praktisch. Of prachtig, zag er ook mooi uit. Ja, dan zeg ik van, nou, dan zet ik ze liever niet in de bak, dan zet ik ze liever in de grond als ik ze daar toch wil hebben. Maar stuur die suggestie vooral in. Ik denk dat we alles mee gaan nemen wat we morgen van u tegemoet kunnen zien. Ik wil er heel even op reageren, wethouder. Raadsleden zitten hier vandaag om serieus een bijdrage te doen. Als het goed is, hebben wij geluid en beeld tegenwoordig. Hè? Het zou een beetje te gek zijn als raadsleden dan nog een keer later op de mail zouden moeten reageren. Want dat zou een beetje dat wat ze hier vanavond doen. Dus ik denk dat wij voldoende mogelijkheden hebben om na te luisteren wat de inbreng is. En om mee te schrijven. Als u dat zelf niet bij kunt houden, wat ik heel goed voor kan stellen, als u al die vragen moet noteren, dan hebben wij daar ondersteuning in die hoek zitten om dat te zorgen dat dat gebeurt. Als het maar tot mij komt. Ja, dat hebben hele voorname figuren in het verleden gezegd. En ik wil u daar toch nog niet onderscharen. Voorzitter, voordat meneer Van Wanrooy... In ieder geval bedankt voor uw toelichting. Ja, een korte vraag nog. Voordat meneer Van Wanrooy naar zijn plekje terug wil gaan. Ik mis nog twee antwoorden op mijn vragen. De eerste vraag ging over de ontbrekende prullenbak bij de hondenuitlaatplaats Pastoor Erastraat, Breukelsestraat. En de tweede vraag, met betrekking tot niveau C, daar wilden wij graag een reactie van u op het feit dat er wat ons betreft dus te weinig aandacht is met het niveau C dat toebedeeld is. Ik wil heel even vragen, reageren op uw vraag van die ene vuilnisbak op de Pastoor Erastraat en dingen. We zijn hier bezig met een beleidskader en proberen wat breed in te steken. En er zijn mogelijkheden voor u om dat soort zaken ook gewoon via andere middelen aan te geven. Want anders zijn we zo heel expliciet bezig om op detailniveau zaken te regelen. Ik snap dat u dat betrokken doet voor een burger en dat is ook heel goed. Maar volgens mij moeten we dat... Ik begrijp uw reactie. Reden waarom, kan ik even kort toelichten. Ja, in het beheerplan staat dat alle plaatsen voorzien zijn van, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. En dat is eigenlijk ook mijn punt. Prima dat u dat hier brengt. Wethouder, nog even snel een reactie erop. Op de vuilnisbak of... Dat was geloof ik uitgediscussieerd. De vuilnisbak heeft de ambtelijke apparatie juist genoteerd, die opmerking erover. Pastoor Erastraat, Breukestraat, dus het... kunnen we meenemen. Ja, voor wat betreft het buitengebied. U vindt dat een onderwaardering eigenlijk van de kwaliteit voor het buitengebied. Maar ik denk dat daar juist eigenlijk de uitdaging ligt voor de mensen die onderdeel uitmaken van het buitengebied. Om daar gezamenlijk met ons is een gesprek over aan te gaan. Hoe kunnen we hier nou eigenlijk iets van de grond trekken? Waardoor we met name, en dan praten we denk ik toch iets meer over zwerfvuil. Want nogmaals, bermen is ecologisch, heeft niks met beeldbeheer te maken. Dan praat u eigenlijk echt over hoe ziet het hieruit, wat ligt hier. En dan vind ik dat we daar best eens een keer met de klaren in gesprek over kunnen gaan. Voorzitter, als ik toch even maak op dit laatste antwoord. Ja. Dat met elkaar in gesprek gaan en het toch niveau C laten, daar voegt niet zo heel veel toe. Kijk, wij willen best met u in gesprek en over gedachten gaan over ook het buitengebied, want uiteindelijk is het het paradepaardje van Boksel. En daarom komen mensen ook heel vaak naar Boksel toe. Dus als we zeggen, we kiezen daarvoor voor niveau B en we gaan dan vervolgens kijken hoe we dat kunnen doen, dan vindt u ons aan onze zijde. Maar nu vast te stellen, we doen het maar met C, ja, dat is volgens mij geen begaan maar weg. Dus ik hoop eigenlijk dat u aangeeft van, oké, uw gedachtegang, want samen met
tot een oplossing komen, maar het niveau wel aanpassen naar B, dan zijn wij het eens. Ja, ik denk dat het financieel toch een ander verhaal wordt dan. Want dan ga je natuurlijk, dan praat je over immens veel kilometers, immens veel groen, maaien, waar we een ander beleid voor hebben uitgerold. Ik vind het jammer. Ik wil best met u in gesprek gaan van nou, hoe kunnen we op een eenvoudige, adequate wijze misschien daar toch iets aan doen. Want ik ben met u eens hoor, buitengebied is belangrijk, ook voor ons toeristisch gezien, het ziet er prachtig uit. Met overigens, mij bent u duidelijk. Want anders dan loopt het weer uit. U bent duidelijk. Ik laat hem zo, ja. Ja. Goed, dan ga ik nog even kijken naar de beantwoording van de wethouder of er behoefte is aan een tweede termijn. En ik zou u uit willen nodigen om achter het spreekstoel, trapt u af mevrouw Van Olven. Degene die ook willen, kunnen naar het spreekstoel toe lopen. Bedankt voorzitter. Nou ja, op de eerste plaats bedankt Balans de wethouder voor de uitgebreide beantwoording van onze vragen. De gedachte dat het alleen maar mooier wordt, ja, daar hopen wij natuurlijk ook op. Maar Balans kan niet meegaan met het principe minder afvalbak is minder zwerfafval. En wij houden van concrete afspraken. Wethouder gaf zelf aan van kom met suggesties, breng ze in. Het mag en kan alle kanten op. Dus wij willen graag met een amendement komen, waarvan ik het besluit graag voor wil lezen. De raad besluit dat bij de verdere uitwerking van de kadernota er minimaal hetzelfde aantal afvalbakken blijven bestaan. Of wijken moeten zelf vragen om verwijdering. En dan zou ik graag even een schorsing willen vragen om ook de overwegingen daarbij te kunnen plaatsen. Als u een schorsing vraagt om een amendement in elkaar te zetten, dan krijgt u graag. 5 minuten voldoende? Ja of hoor. 10? Wat u wil. 5 is goed. Ja, 5 is goed? Dankjewel. Ja. Oké, krijgt u 5 minuten. Ik ga hem voor 5 minuten even schorsen.
Goed, dames en heren. Ik heb begrepen dat het amendement klaargemaakt is en dat het besluit nu op de schermen te zien is. Ik wil u vragen om ook gelijk even plaats te nemen. Als dat kan, en ik kijk even degene die schorsing aangevraagd heeft, mevrouw Van Alphen, of ze even wil reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de schorsing hebben we even overleg gehad met de diverse partijen. Ik heb het besluit, staat geprojecteerd, maar ik zou het wel fijn vinden als ik de overweging even voor kan lezen. Overwegende dat de kanttekening het weghalen van afvalbakken gevoelig ligt. Het principe minder afvalbakken is minder zwerfafval niet per definitie opgaat. En als derde overweging het huidige aantal afvalbakken minimaal gelijk moet blijven. En dan het besluit. De raad besluit dat bij de verdere uitwerking van de kadernota er minimaal het huidige aantal afvalbakken blijven bestaan. Zo willen wij ons amendement graag indienen. En ja, wij zijn benieuwd hoe, of dat de andere partijen tot die bevestiging overgaan. Maar ja, dat hebben we zojuist al besproken. Dus dat komt vast wel goed. Dank u wel. Goed, daarmee sluit ik de discussie. We gaan dadelijk bij het besluitpunt het amendement ook meenemen. Goed, dan ga ik verder naar het volgende punt, bestemmingsplan Kronenburg. Oh, mevrouw Boens wilde nog iets zeggen over het amendement? Ja? Het CDA heeft niet meegedaan aan de samenstelling van het amendement, omdat wij tijdens het debat heel duidelijk een ander standpunt neergelegd hebben. En wij denken dat het aantal afvalbakken niet direct verband hoeft te hebben met de kwaliteit. Dus we zijn het eens dat er gemonitord moet worden. We zijn het mee eens dat de gegevens bekeken moeten worden. Maar we zeggen niet dat het aantal per definitie hetzelfde moet blijven. Goed, daarmee neem ik aan dat u geen stemverklaring meer aflegt. Bij de. Okay. Dank u wel voor uw toelichting. Dan ga ik nu verder naar bestemmingsplan Kronenburg. Wie wil daarover het woord? Meneer Voets, aan u het woord. Ik zou ons nog de suggestie willen doen om te kijken of we dit kort en kernachtig kunnen behandelen. Want we hebben vanavond natuurlijk ook een tv-uitzending. En het zou voor de kijkers ook heel leuk zijn als ze geënthousiasmeerd blijven. Ik wou dat net gaan doen, voorzitter. Heel kort en bondig. We hebben technische vragen gesteld, hebben wij beantwoording opgekregen op het plan Kronenburg. En wij spreken eigenlijk een beetje de zorg uit. De huisjes aan de Zusterpad, die leveren de stukken van de tuin in. En op zich is het allemaal netjes besproken met de eigenaren. Of met de huurders, moet ik zeggen, denk ik. Sommige eigenaren die parkeren op eigen terrein. En dat gaat nu veranderen, want dat kunnen ze daar niet meer. Dus er komt daar fysiek iets meer druk te liggen op de parkeerplaats van Kronenburg. En daar spreken wij onze zorgen een beetje over uit. Maar we stemmen gewoon in met het plan. Dank u wel voor het delen van uw zorg. Dan vraagt de heer Hegeman. Aan u het woord, meneer Hegeman. Dank u wel, voorzitter. Eerst inbreiden, dan uitbreiden. Dus van dat standpunt uit kunnen we dit ondersteunen. Wat een bijzonder maakt, denk ik, en daar mogen we ook best trots op zijn, dat we wederom ook in deze tijd in staat zijn om een sociaal vangnet te creëren voor de mensen die het nodig hebben. Dank u wel. Voor uw toelichting. Mevrouw Van Alphen. Ja, dank u wel, voorzitter. Fractiebalans kan ook kort zijn. Wij vinden het een prima voorstel. Het behelst een project van Sint-Jozef en Zorggroep Elden. Balans vindt Kronenburg een mooie laatste fase van het totaalplan, waarmee de herontwikkeling van Emmaus afgerond wordt. Goed dat er huisvesting gerealiseerd wordt en goed dat er zorgwoningen mogelijk gemaakt worden. Ook voor de steeds groter wordende groep ouderen. Ja, zorg in de wijk, zeker uw woning, is een van de speerpunten van balans. Dat juichen wij uit. Zienswijze ontbreken. Fijn dat de omgeving akkoord is met deze invulling. En met betrekking tot parkeernormen zien we dat uit die rekenkundige weergave dat er wordt voldaan aan de parkeernormen van de gemeente. Dus dat is prima.
Wat ons echter wel opvalt is dat het toekomstige werkverkeer rechtstreeks op de Noord-Zuidas komt. Dus hierdoor kunnen mogelijk onveilige situaties ontstaan. En wij gaan ervan uit dat er tijdig extra maatregelen getroffen worden. Maar wij ontvangen graag een bevestiging van de wethouder hiervoor. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Alphen. En dan ga ik last but not least mevrouw Van der Hoven. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan ook kort zijn. Wij kunnen akkoord gaan met dit bestemmingsplan. Een mooi plan. Vanuit onze fractie waren er wel vragen met betrekking tot de bouwactiviteiten. En dan met name over de aansluiting van het bouwverkeer op de Brederodeweg, zoals mevrouw Van Alphen aangeeft. En wij begrijpen dat het niet bij het bestemmingsplan hoort. Dus dat er ook geen andere mogelijkheid is om die weg ergens anders te leggen. Maar wij willen wel graag aandacht vragen voor de veiligheid en met name voor fietsers. En onze steunfractie had als idee het fietspad aan de andere kant te plaatsen dan. Goed, eigenlijk moet ik u melden dat omtrent de veiligheid en de uitrit het inderdaad niet bij het bestemmingsplan hoort. Maar goed, als u als raad daar zorgen over heeft dan, en de wethouder kan die vraag beantwoorden, dan wil ik hem graag het woord geven. Dankjewel, voorzitter. En de wethouder kan dat natuurlijk kort doen als er maar één vraag in ieder geval gesteld wordt. Die tenminste van twee partijen uit betrekking heeft op de veiligheid en afwikkeling zeg maar, van het werkverkeer. Er is bij de start van het plan aanvankelijk wel de planning geweest dat de afwikkeling van het werkverkeer op de Bonjour-Bekkersstraat plaats zou vinden. Maar omdat nou uiteindelijk Vinkerode en Elisabethdaal eerder gerealiseerd zijn, is dat niet meer mogelijk. Dus we hebben geen andere keuze dan via de Brederodeweg af te wikkelen. En we zijn heel nadrukkelijk ook met Sint-Jozef in gesprek om te kijken hoe dat we die veiligheid, ook ten aanzien van het fietsverkeer, hoe dat we die zo best mogelijk kunnen borgen. Dus daar is volop aandacht voor en daar zullen we de komende tijd ook heel hard aan werken. Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of iemand daar nog iets aanvullends op wil vragen. Dat is niet zo. Dan ga ik over om te kijken of iemand nog een discussie in de tweede termijn. Daar geloof ik ook niet dat daar behoefte aan is. Dan gaat het in één keer boven verwachting heel erg snel en dat is fijn. En dan gaan we toe naar de rubriek besluitvormend. Dan bij punt 13, strategische afweging verbreed gemeentelijk rioleringsplan. Mag ik bij handopsteking zien of iedereen daarmee in kan stemmen? Dat is iedereen. Daarvoor dank. Dus met maximaal aantal stemmen aangenomen. Dan ga ik verder naar de kadernotitie beheer en onderhoud, groen en bestrating. En daar ga ik eerst het amendement inbrengen. Het amendement is net voorgelezen. Het besluit staat op de monitor. Ik vraag u bij handopsteking wie kan er instemmen met dit amendement. De heer Regenman wil nog een kleine stemverklaring afleggen. Ja, doet u dat? Ik dacht dat de wethouder eerder nog zou toelichten of hij het ontzegt of dat hij het ondersteunt. Oké, wethouder, daar hebt u helemaal gelijk. En wethouder, komt u naar voren en... De raad was zo eenduidig dat ik denk, ja, het maakt niet zoveel meer uit wat die wethouder gaat zeggen. Maar toch, wethouder, gaat u gang. Leve de democratie, dank u wel. Voorzitter, ik zou, als u het niet erg vindt, wil ik even een klein stukje voorlezen. Ik mag ook een leespauze inlassen voor de mensen in de onderliggende stukken. Eerst even het raadsvoorstel aan zich. Op basis van de prullenbak kan een deel van de afvalbakken weggehaald worden. Een afvalbak is echt voor een deel van de bewoners een belangrijke voorziening in de directe omgeving die ze niet graag zien verdwijnen. Hoe en waar afvalbakken weggehaald en wel verplaatst worden, gaat daarom altijd in samenspraak met bewoners en ondernemers. Ik denk dat wij hier onmogelijk in een amendement voor een bepaalde wijk kunnen gaan beslissen. Nee jongens, we hebben besloten dat de afvalbakken hier blijven staan, terwijl de wijk zegt ja, eigenlijk hebben we er veel te veel. Als u de onderliggende stukken had gelezen, op basis van deze richtlijnen, volgens de analyse, weliswaar 2012, zat 40% van de afvalbakken maximaal 45% vol en circa 15% van de afvalbakken 10%. Desondanks zeggen wij, we willen ze laten staan waar ze zijn en als ze worden geamoveerd is het alleen in samenspraak met de burgers. Met andere woorden, er wordt geen één afvalbak weggehaald zonder dat de burgers zijn geraadpleegd over die afvalbak. Dus ik wil het amendement afraden.
U lijkt recht van stapelen te komen. Ik vind u een koene ridder en u hebt u zich dapper verweerd. We zullen dadelijk zien wat de reactie van u teweeg gebracht heeft op dat wat de stemming gaat doen. Ik wil u nu vragen met de reactie van de wethouder om uw hand op te steken als u voor het amendement bent. Goed, dat is iedereen behalve D66, PvdA en het CDA. En daarmee moet ik heel snel eventjes tellen. Is het, jullie waren ook voor de SP. Daarmee is het amendement aangenomen. Dan ga ik verder met het besluit. Als het gaat over de kadernotitie, beheer, onderhoud, groen en stratenreiniging. Wie stemt er voor deze kadernotitie? Voorzitter, ik zou nog graag een stemverklaring af willen leggen. Dat mag u. Dat moet voor de stemming, hè, de algehele stemming. Balans kan instemmen met dit voorstel. Met uitzondering van het slechts beperken van het buitengebied tot beheersniveau C. Terwijl dit gebied zo belangrijk is en blijft om toerisme en recreatie te blijven trekken. Dus u maakt een uitzondering voor het gedeelte buitengebied. Oké, dat is duidelijk. Dan vraag ik of er meer mensen een stemverklaring willen afleggen. Dat is volgens mij niet zo. Dan vraag ik u bij handopsteking met de uitzondering van balans op buitengebied te kijken of u voor deze kadernotitie bent. En dat is iedereen met de wijziging van het amendement en de aanpassing die balans geeft. Daarmee is het voorstel aangenomen. Bestemmingsplan Kronenburg, mag ik u daar vragen bij handopsteking te kijken of u daarvoor bent. Dat bent u allemaal volgens mij en daarmee is dat voorstel ook aangenomen. Dan ga ik verder naar voorstel nummer 16, wijziging van artikel 8, reïntegratieverordening participatiewet 2015. Bij handopsteking, daar bent u allemaal voor zoals het hiervoor ligt. Kijk even naar balans. Stemt u mee over dat voorstel? Ja, u stemt ook mee. Iedereen is unaniem aangenomen. Goed, dan kan ik vertellen dat deze raadsvergadering erop zit. Ik bedank u allemaal voor uw komst hier, maar met name ook de mensen op de tribune, maar zeker ook de mensen thuis. Ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending. Wij zullen zelf ook deze pilot zeer goed gaan bekijken, om te kijken hoe wij onszelf vinden overkomen op deze pilot. Want het is wel belangrijk om te weten dat je in beeld bent en daar ook iets mee te doen. En ook te zorgen dat wij met elkaar in de gaten hebben wat is nou voor de mensen interessant om te horen. En daar hoeven we ons niet naar te voegen. Maar soms gebruiken we ook heel erg moeilijke taal, die misschien soms voor mensen ook niet te volgen is. En daar moeten we ook met elkaar eens oplossingen voor zoeken om dat steeds lichter en makkelijker te maken. En misschien dat de omroep zelf, Omroep Dommeland, daar ook nog iets mee kan door commentaar te leveren bij dat wat er gezegd wordt. Je kunt dat zo aantrekkelijk mogelijk maken. In ieder geval, kijkers, bedankt voordat u vanavond bij ons aanwezig bent geweest in deze raadzaal, waar ook uw belangen, hebt u gezien, door onze raadsleden verdedigd worden. Bedankt, dag.